Een hele goede avond. Welkom vanuit de DVO Accountor Hall. Een spannende wedstrijd vandaag. DVO Accountor deed ons snel. Het gaat hier om de knikkers. Het gaat om de rode lantaarn. Een ontzettend spannende wedstrijd. En ik mag dat verslaan vandaag met Ruben Wiese. Welkom. Dankjewel, Johan. Goed dat je er bent, man. Ja, leuk. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan uiteraard. Hoe gaat het met je? Goed. Erg goed. Mag helemaal niet klagen. Korfbal jezelf nog een beetje? Of, Nee, ja, ik ben alleen nog aan het trainen coachen natuurlijk. Daar ben ik druk zat mee. Met, ja? Bij Duco in Duiven. Leuk. Eigen clubje. Ja. Volg je het nog wel een beetje, DVO en alle ontwikkelingen? Of? Ja, maar helaas ben ik hier veel te weinig. Maar ik volg de livestreams en kijk graag andere wedstrijden ook. Maar zoals gezegd, ik ben hier al veel te lang niet geweest natuurlijk. Hey, en 10 jaar geleden, quizvragen voor jou. Weet jij nog waar jij je wedstrijd toen speelde? De tweede speelronde van de competitie. 10 jaar geleden, dat is echt lang. Jij mag het zeggen, Jan-Anne. Uit bij DSC in de overgangsklasse. 2 jaar later speelde je in de league, dus dat... Hey, dat klopt, het is toen erg hard gegaan de laatste jaar. Hey, en daarna heb je ook vaak tegen degradatie mogen vechten met DVO. Ja, helaas. Wat doet, ja, maar wel vaak gehaald ook. Ja. Wat doet dat met een groep en met jezelf ook in zulke wedstrijden? Ja, het is lastig. We zaten de 2 jaar dat ik in de league gespeeld heb, was het allebei de jaren strijden eigenlijk om die promotie-degradatie wel te mogen spelen. Of in ieder geval die playdowns. En dat is iedere keer gelukt. Ah ja, je moet met de groep gewoon blijven gaan. Iedere wedstrijd is er weer een kans. Iedere wedstrijd kan het zomaar zijn dat je tegenstander in een slechte dag trekt. Als dat dan PKC is bijvoorbeeld. En dan kan je ook gewoon winnen. Dus je moet vol gas blijven gaan iedere keer. Ja. Hey, en we kunnen misschien nog even naar de... Ik zag net het programma van deze speelronde al voorbij komen. Maar we hebben natuurlijk niet alleen hier vanavond de kraker tussen DVO en Detos. We zien hier het programma. Maar natuurlijk ook in DOS, in NAJV, DOS KCC.
KCC, Detels en DVO zijn natuurlijk de ploegen die het onderin uit gaan maken. Wat verwacht jij eigenlijk van deze wedstrijd? En wat verwacht je daar wat er in Nijveen zal gaan gebeuren? Nee, ik denk, er zit hier wel wat druk op, denk ik hoor. Voor Detels geldt daar hetzelfde natuurlijk als voor DVO. DOS is wel een stapje verder al en dat zie je in de stand ook. Dus DOS die speelt al wat veel meer vrij uit, wat frivoler. Ik denk dat zij in principe ook sterker zijn dan KCC. Maar goed, KCC die zal ook vechten voor wat het waard is. En is voor DVO en Detels trouwens alleen maar hopen dat zij geen gekke dingen doen. En ja, hier zal het tot het laatst spannend blijven, denk ik. Ja, en als we naar de stand kijken, ik weet niet of we die ook nog even in beeld kunnen krijgen, maar als we naar de stand kijken, het doelsaldo van DVO en Detels is ook nagenoeg gelijk. DVO maakt iets meer goals, Detels krijgt er daarentegen iets meer tegen. Beide ploegen zitten ook dicht tegen overwinning aan tegen grotere ploegen. Gaan er in over het algemeen twee keer in het seizoen misschien hard af. Maar het zit er dicht tegenaan. Allebei de ploegen hebben, ondanks dat ze maar twee punten hebben, er wel een paar keer dicht tegenaan gezeten. Ja, ik heb ook gezien dat allebei de ploegen, ondanks dat ze met scores in de buurt blijven, wel heel veel minder pogingen pakken dan de tegenstanders. Dus het veldspel van de tegenstanders lijken ze wel een beetje verder te zijn dan DVO en Detels. Alleen dan is van DVO, zoals vorige week ook, is gewoon het scoringspercentage erg hoog. Waardoor ze heel mooi bijblijven. Maar ja, wel een stuk of 40 minder pogingen pakken dan KZ. En dat is jammer en daar moeten ze dan mee aan de gang. Ja, sowieso. En vandaag, ja, PKC droogt KZ wel af in eigen huis. In de top zijn er ook wat interessante wedstrijden die eraan zitten komen. Waarbij ik ook wel uitkijk naar de wedstrijd tussen Fortuna en LDODK vandaag. Maar ja, wij gaan natuurlijk vooral ons richten op deze enorme kraken. En het zijn twee best wel jonge ploegen. Toen jullie tegen de Azië vochten, hadden jullie toen ook een jonge ploeg? Nee. Nou, wij hadden natuurlijk toen wij terugkwamen in de league, toen wij naar de league gingen, kwam Jos Rozenboom bij ons terug. Dus daarin zat wel wat ervaring. We hadden toen Gerbert van Groothees ook met wat ervaring. En Henriët Brandsma zelfs erbij met league ervaring. Dus we hadden, wat dat betreft, waren wij zo jong. Dus de rest was wel wat jongere dames erbij. Maar wij hadden wel wat leeftijd eigenlijk, ja. Ja, dat scheelt misschien wel. Want daartegen deed ze dus ook een jonge ploeg. Wat gaat dan in deze wedstrijd, vermoed jij, doorslaggevend zijn? Ja, het is, we hebben natuurlijk beide ploegen hebben een aantal jonge internationals erin zitten. En bij ons natuurlijk Koen dat er rondloopt. En ja, het is de vraag of die jongens of die dat een beetje extra mee kunnen nemen in deze wedstrijd. En een beetje het overwicht kunnen geven. Hey, en we hadden het net over 10 jaar geleden. Toen speelde jij dus in overgangsklasse. Je hebt ook die beweging meegemaakt. Maar wij waren op dat moment ook trainercoach van DVO D1. Ja. En daar speelde in ene Koen van Roekel. Een heel klein gretig mannetje. Ik denk dat hij hier niet boven de tafel uit kan. Nee. En Saskia van de Zee. Ja. Dat waren een van de twee talenten die destijds in die ploeg speelt. Nou, Koen, we zien ook even de statistieken van Koen. Koen heeft dit jaar wel een iets andere rol naar mijn mening dan vorig jaar. Is dat echt de rebounder voor Gert-Jan. Speelt naar mijn mening iets minder onbevangen dan vorig jaar. Ja. Dat heeft ook te maken op het opschoven in de hiërarchie. Maar het is wel een enorm beest geworden ook, hè? Ik begreep dat hij groter is dan wij hier, Wils. Ja. Ja. Maar het is sowieso wel hoor. Al die korfballen in de league zijn allemaal meer power korfbal aan het worden. En Koen is daar een mooie exponent van. Ja. Intussen. Hey. Leuk dat je bent. Richard, welkom. Hey. Leuk dat je er weer bent. Opstelling bij de hand. Jazeker. En ik heb hem verwacht, hè? Ja, zeker. Hoe ziet hij eruit? Nou, als volgt. Het vak van Gert-Jan van ons begint de eerste aanval tegen Jordan de Vogelaar en Jordi. Frenzy Moreen, andere vak heb je Chris tegen Jimin en Brett is voor Janine. Ja. Dit zijn natuurlijk de speciale wedstrijden waar veel druk op staat. Aan de andere kant ook wedstrijden waar je het als speler voor doet. Zijn ze er klaar voor? Ja, dat denk ik wel. Ik zei het net nog, van, ja, dit zijn toch de potjes waar je voor speelt. Tenminste, als ik heel lang terugkijk, vond ik dit het mooiste. Ja. Heb je ook tegen degradatie gespeeld dan? Bij Davy altijd. Ja, maar er staat lekker druk op, de hal is lekker vol, het leeft. Als je kijkt naar de twee ploegen, allebei best wel dicht tegen overwinningen aan bij ook grote ploegen. Eén of twee keer er misschien afgegaan, maar het zit dicht bij elkaar, hè? Nou, absoluut. Ik denk dat de league een stuk spannender is geworden dan een aantal jaar geleden. En ploegen veel meer aan elkaar gewaagd zijn, dat is mooi. Vandaag moeten wij laten zien dat wij meer ervaring hebben, als je daarover mag praten, want we hebben natuurlijk ook een jonge ploeg. Maar hoe ga je met de druk om, zal vandaag belangrijk zijn. Ja, ze krijgen ook allemaal het vertrouwen, uiteraard. Daar kies je voor, dat is ook mooi. Er zijn wel twee spelers, ik denk Menno en Roos, die er dicht tegenaan zitten op het moment. Nee, dat zie je ook in het invalbeurten van hun. Hè. We kunnen ze ook heel goed tactisch brengen. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat zij er heel dicht tegenaan zitten.
Ja, want Roos heeft vandaag ook bewust niet gespeeld bij 2 of eventjes. Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar ja, die is er wat gespaard. Nee, Roos ging dinsdag even kort door de enkel. Dus die hebben we wel gespaard voor de zekerheid om in ieder geval volledig inzetbaar te zijn als het moet bij 1. Ah, mooi. Chris, ja. Ben je blij met hoe het staat? Wat je misschien liever Jimin en tegen Gert-Jan willen hebben? Nou ja, niet per se, maar ik had eerder gedacht dat zij dat graag zouden willen hebben. Ja. En, dus of zij hebben ook gegokt, maar wij zijn gewoon in onze normale opstelling gestart. En dit is de tegenstelling, dus ja, daar gaan we mee doen. Mooi. Mooi. Hey, zet hem op vanavond. Spannende strijd, mooie strijd en we gaan ervoor. Ja, zet hem op. Yes. Nou, een helder verhaal. En volgens mij heeft hij er zin in. Ja, dat moet ook. Maar wat hij zegt, dat klopt ook, hè. De sfeer is top. Hey, Jan, welkom. Hoi. Ja. We hadden net Richard al even, die straalde eigenlijk wel. Die had er wel zin in. Hoe is dat bij jou? Nou, kijk maar. Ja, dat is leuk toch? Ja. Dit zijn de wedstrijden waar we het voor met z'n allen voor doen. Ja. Ja. Dus ik heb er zin in. Ja, we hadden het al even over. Het zijn eigenlijk twee jonge ploegen die elkaar niet veel onderdoen voor elkaar. Als je naar doelsaldi kijkt, naar uitslagen tegen ploegen, zit het dicht tegenaan. Wat verwacht je van vanavond? Wat voor wedstrijd gaat dit worden? Nou ja, goed, je hebt al heel veel gras voor de voeten weggemaaid. Ja. Maar dit is wel de wedstrijd waar het voor beide om gaat. Dat geldt overigens voor de komende periode ook wel. En dat betekent dat we vandaag denk ik ook wel twee verschillende dingen gaan zien. Aan de ene kant DVO, die een paar mensen hebben die erg goed zijn in met name het scoren. Ja. Wij moeten het echt hebben van samenspelen, organisatie met z'n allen. Dat is even wat anders. Ik ben benieuwd wie de winnaar gaat worden. Wij hebben er goed op getraind. We zijn er klaar voor. Nou, we zullen het zien. We hadden het net ook even over de jeugd internationals. Hè? 2 aan beide kanten. Koen en Saskia bij DVO, Brett en Oosting bij jullie. Oosting is er vanavond niet bij. Is dat een groot gemis of kan je dat goed opvangen met de selectie die je hebt? Nou ja, goed, het is natuurlijk absoluut een gemis dat Randy niet speelt. Randy heeft hele bijzondere talenten en dat heeft hij ook bewezen de laatste tijd. Tegelijkertijd hebben wij een goede vervanger die weer andere kwaliteiten heeft. En daar moet je wel weer je team eventjes weer opnieuw op instellen. En dat betekent dat we vandaag daar gewoon ook weer een volstap in moeten maken. Want hij heeft ook bewezen, Mats in dit geval, dat hij de afgelopen wedstrijd gewoon erg goed gedaan heeft. Dus we hebben volledig vertrouwen in hem. En gekeken naar de opstelling, Richard heeft ons even meegenomen. Ben je tevreden hoe het staat? Ja, dit is wat wij wilden hebben, dus dat klopt wel. Had het andersom gestaan, hadden wij geen buikpijn gehad. Maar als we een voorkeur hadden met mes op de keel, dan was het deze. Mag ik vragen waarvoor je het juist zo wilde hebben? Kijk, Jim en Gert-Jan die vreten elkaar op. Zeker Jim ten opzichte van Gert-Jan, want Jim vindt het altijd lastig om tegen Gert-Jan te lopen. Dat betekent dat we hem nu vrij hebben gespeeld in combinatie met Brett. Dus dat betekent dat hij zowel en naar Brett en naar Jim de mogelijkheden biedt. Andere vak die daartegen gaat spelen moet het echt reboundend winnen van dat vak. Dat kunnen ze ook. Dus op het moment dat we elke keer gelijk spelen, gaan wij winnen. Oké, helder. Dat is mooi. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Het wordt sowieso een heel spannend potje. Het wordt een hele mooie kraker, denk ik. En we gaan genieten, denk ik, van een wedstrijd vol spanning. We hebben er zin in. En maak er een mooie wedstrijd van. Veel plezier. Dankjewel. Succes. Ik moet zeggen, beide coaches wel vol vertrouwen. Oogend. Ja, nee, ze hebben een plan natuurlijk. Ze hebben, en dat moet je ook doen. Hè. Iedere wedstrijd is er één die je moet proberen te pakken. Dus je moet een plan hebben. Daar moet je vertrouwen in hebben. Met de hele selectie trouwens. Ja. En dan moet je er vol voor gaan. En wel leuk dat hij zegt, eigenlijk geeft hij aan dat hij het zo wel prettig vindt hebben staan. Terwijl Richard dacht dat ze het misschien wel anders wilden. Ja, dat is een mooi spel. Dat is een mooi spel. Over nagedacht in ieder geval. Ja. Leuk. Ja, nee, hartstikke mooi om te zien. En als we even kijken naar de volgende week, krijgen we natuurlijk ook KCC hier in eigen huis. Nou, we hadden het net even over Koen Verhoekel. Toch nog even terugkomend op onze kleine Koen. Die destijds een mannetje was die niet groter dan deze tafel was inderdaad. Ja. En toen al zei, ik kom later in DVO 1. Datzelfde gold een beetje voor Saskia. Die was wat meer een stille... stilte, wat bescheidener. Bescheidener. Maar dat was wel een leuk groepje bij elkaar. Hoe vind je dat nu om die Koen nu hier met bijna 2 meter, hoe vind je dat nou om hier te zien staan? Ja, ik weet niet wat ik ben er trots op. Zeker als ze dus ook met Saskia natuurlijk ook gewoon in Jong Oranje. Ja, we hebben natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje betekend in hun opleiding. Maar ik mag het graag zeggen. Ja, leuk. En hij is ook echt nu in de rol van rebounder staan. Dat was ook een rol die jij natuurlijk had. We hadden het al even over, misschien wat minder omvang, maar zijn statistieken op zich, zijn percentages best goed. Daar moet ik wel bij zeggen, zit ook wel zijn... strafworpen bij. Ja. Wat vind jij van zijn rol in dit team? Ja,
ik vind het best jammer ten opzichte van vorig jaar waarin hij met Marijn van der Goorberg stond, waarmee ze toch wat meer dynamisch konden spelen. Maar Koen kan gewoon verschrikkelijk goed schieten. En ziet voor de met kerst met de challenge, zie je Koen ineens topscorer worden ook bij Jong Oranje. En nu is eigenlijk ieder schot die hij neemt, ja, dat moet een schot zijn die raak is, want het is niet een schot om lekker over te houden. Ik kan me voorstellen dat het wel anders schieten is en dat je dan, je mag minder pogingen nemen en dus kom je er minder lekker in. Des te knapper overigens dat hij vorige week schiet volgens mij 4 uit 5. Eens, dus dat was een mooie opsteken denk ik. Het zijn mooie, want er zit natuurlijk ook veel druk bij Gert-Jan, dus dat vak moet het wat meer hebben echt van de specialisme wat dat betreft. Ja. Ja, maar als je zegt 29 goals wil maken en je hebt één spits die 90% van de schoten pakt, nou, dan zal die spits de 14 moeten maken. Ja. En dat is natuurlijk best lastig. Of je moet een paar dames hebben die ook nog wat mee gaat scoren. Ja. Nou, we gaan in de tijd dat jij tegen Deto speelde, was nog met Johannes Schot, denk ik. En speelden ze met de twee spitsen? Ja, met volgens mij speelde Toos van Rijgensberg toen nog bij Deto's. Dat is, me niet vergis. Ja. 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 Ja, dat was een iets ander Deto's. Volgens mij wonnen we hier. Weet ik niet zeker. We gokken het erop. Zoek het niet op. We gokken het erop. Nou ja, het is een interessante pot. Het is interessant om te zien dat de verschillen van inzicht eigenlijk van de coaches. Waarbij Gert-Jan natuurlijk aangeeft, denkt het goed te hebben staan met de twee aanvallende spelers, Jimin en Brett. Brett, een van de andere jeugd internationals. Heb je die ook op de challenge zien spelen? Nee, ja, ik heb het voorbij gezien. Ik heb de wedstrijd van vorige week wel even gezien van Deto's. Ja, gewoon technisch hele goede dame. En gevaarlijk naar binnen toe. En dat is wel iets waar DVO dames zich voor moeten wapenen. En zeker als er uit de omschakeling ineens Brett voorin komt. Ja, dan moet je als verdediger wel even klaar zijn om dat op te kunnen vangen. Hey, waar ga jij vanuit jouw rol het meest op letten vanavond? Waar let je nou in zulke wedstrijden op? Ja, of is het gewoon de spanning van de wedstrijd die je gaat proeven? Of kijk je ook naar specifieke zaken? Nou, wie gaat het best met de spanning om? En ook wie houdt het? Wie komt nou uiteindelijk, omdat DVO en Davis allebei wat weinig in de pogingen zitten, wie gaat dat vanavond dan winnen? Wie gaat vanavond meer overhouden en wie gaat vanavond meer doelpogingen pakken? Ja, ik denk dat die ploeg uiteindelijk ook de overwinning over de streep betrekt. Nou, dat lijkt me een hele interessante conclusie. Ik denk dat we dat maar eens moeten gaan volgen. In de rust komen we uiteraard nog even met jou ook hier terug. Wij gaan hier voor nu even afsluiten. We wensen iedereen een prachtige wedstrijd, een goed gevulde hal. En we hopen op een hele mooie wedstrijd. En tot in de rust. En Tim, veel plezier met commentaar.
Zo, dames en heren, daar zijn we weer. Het is 2019 en ik ga even gelijk iets oplossen. We hebben weer wat dingetjes gewijzigd in de stream. Ik ben al een beetje schor van het communiceren met elkaar hier in de zaal. En we gaan zo meteen kijken naar een geweldige degradatiekraker tussen DVO Accountor en Detels Snel. Zometeen gaan we verder. Zometeen eerst het voorwoord door onze speaker Roel Kieft. Tot zometeen. Van het jarige Detels Snel en DVO Accountor, hartelijk welkom. Vanavond staat er het nodige op het spel. U kent de clichés, de wedstrijd van de waarheid, een vierpuntenwedstrijd, erop of eronder en ga zo maar door. Waar het vanavond in eerste instantie om draait, is wie er naar een hogere positie op de ranglijst in de Korfbal League snelt. Uiteraard gunnen we onze tegenstanders uit Dordrecht een heel mooi eeuwfeest. Maar hebben we er hier alle vertrouwen in dat het feestje van vanavond groen gekleurd is? We gaan het zien. Het wordt de hoogste tijd voor het voorstellen van de beide ploegen. Te beginnen met Detels Snel uit Dordrecht. Ja, zo, we zijn begonnen met het opstellen van de spelers. En we hebben zojuist Marit Nieuwland. Ja, sorry, ik werd weer even gestoord. We gaan weer verder. De dames zijn inmiddels binnen de lijnen verschenen en we hebben net ook Jim en de Vries gezien en nu is het Jordi van Elburg en dit is Mats van Gemert. Die speelt op de plek van de geblesseerde Randy Oosting. Joran de Vogelaren is de enige Belg in de selectie van Detels Snel nog wel. Gert-Jan Krijveld, natuurlijk de afscheid nemen de coach van Detels Snel 1. Hij leidde zijn ploeg naar de hoofdklassefinale en na die zinderende hoofdklassefinale naar de Korfbal League. Wat een ongelofelijke apotheose toen in Papendrecht in de PKC Hall. Zo is het en niet anders. Zo, dan gaan we met de DVO-spelers aan de gang. En Romy Teunissen komt als eerste deze tot de nog toegevulde DVO Accountenhal binnengelopen. Danielle Boadi, ook zij weer van de partij. Nummer 15, Saskia van der Zee. Saskia van der Zee. Nou, de laatste kunt u waarschijnlijk al raden, jawel. Janine van Schie. Bij de dames geen wijzigingen. Richard van Vloten vertrouwt nog altijd op zijn basis 8.
de basisacht waarmee hij het seizoen begon. En dat betekent dus ook dat Chris van Haren weer van de partij is vanavond. Alsmede Robbe de Wit. Koen Vroeken natuurlijk ook. En Gert-Jan Meerkerk. DVO Accountor heeft zich gepresenteerd aan het in grote getale opgetrommelde en binnengewandelde publiek. Ronald Buijs, over binnenwandelen gesproken, daar komt hij aan. Behoorlijk wat wedstrijden in de hoofdklasse gefloten, maar nu weer terug op het hoogste niveau. Volgens mij sinds vorige week, toen floot hij, als ik mij niet vergis, LDODK tegen een blauw-wit. Ruime overwinning voor LDODK, dat heeft u ongetwijfeld meegekregen. En er hangt een heerlijke spanning in de zaal. Natuurlijk een echte vierpunten duel. De spanning staat er volop. Een van de twee ploegen gaat hier een enorme dreun oplopen. En een van de ploegen gaat uitstekende zaken doen. En dat is natuurlijk nog afwachten wat KCC al van plan is in Nijeveen. Beter snel. Je ziet dat graag allemaal gebeuren voordat deze wedstrijd afgelopen is. Want zij vertragen de boel een beetje. Confetti. Er is strandballen, er is van alles. Ja, je ziet hier nog even de opstelling. Terwijl het flink losgaat hier in de DVO-hal. Dus ik ga maar Steven nog een beetje verder verheffen. DVO-counter is in een vaste basisacht met in de eerste aanval het vak rondom Gert-Jan Meerkerk. En dan komt ongetwijfeld ook de opstelling van de Dordtenaren voorbij. Daar is die. Verkeerde kleurtjes, maar het maakt niet uit. Gert-Jan Krijveld, Patrick Muurling sturen, Brett Zuidweg, Marit Nieuwland, Jim in de Vries en Mats van Gemert de wei in. Dat is aanval 1 en aanval 2 wordt dan Maureen Oudman, Francie Krielaars, Jordi van Elburg en Jordan de Vogelaren. Er zijn nogal wat opruimwerkzaamheden te verrichten. Ik zie onder meer een aantal sleerten over die groene buis hangen. Daar wordt waarschijnlijk alweer een of andere lange stok voor uit een of andere donker gat getrokken. Eens even kijken wie daarvoor wordt gereserveerd. Ik ben heel erg benieuwd. Voorlopig zijn we nog niet van start hier in Bennekom. Het is uitermate sfeervol deze slierten.
Maar op deze toer duurt het nog wel even voordat we hier definitief losgaan. Richard van Vloten en Gertje Kraaienveld beginnen grappen daar een beetje hier onder het bordes. We zien het allemaal glimlachen aan. Daar zien we ze. De beide keuzeheren moeten nog even hun geduld bewaren. Namens de juryvoorzitter en iedereen die zo meteen naar de wedstrijd wil beginnen, een vriendelijk verzoek nu te stoppen met het afschieten van de confettikanonnen. Dat doen we zo meteen straks. Dankjewel. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen. Dit is mijn kroeg, ik kom hier al jarenlang. Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan. En het pijn, maar ik had... Zo, we hebben net nog even een vriendelijke verzoek gekregen van de speaker om absoluut geen confetti meer te schieten, want we zijn nu wel eens van klaar om... We beginnen met deze degradatiekraker. Eigenlijk kunnen wij allemaal niet wachten. Het verbaast me lichtelijk dat de Detail snel scoort dat wel kunnen. Misschien hebben ze een naar voorgevoel over deze wedstrijd, ik weet het niet. Maar goed, daar dan toch de huddle. Nee, dat zijn meestal goede tekenen als het gaat om de aanvang van de wedstrijd. Ook de Dordtenaren nu met de huddel. En dan kunnen we eindelijk los. Dan zullen ze in Knijveen waarschijnlijk een klein beetje voorlopen, maar daar hebben wij helemaal geen boodschap aan. Wij gaan gewoon lekker alleen maar naar deze wedstrijd kijken. Zowel Koen van Roekel als Chris van Haar strekken nog even voor de zekerheid een keer de veters. Alle onzekerheden daarmee een einde gemaakt. En het is maar wat gezellig hier in Dennekom. Is het dat ook nog over een klein anderhalf uur? We gaan het meemaken. Ronald Buijs vertrekt geen spier. Door al deze vertraging is natuurlijk door de wolkenwerf. Die kent de klappen van de zweep. Je weet hoe de hazen lopen. Noem het dan maar op. En krijg je niet zo snel over de zeik, om het zo maar te zeggen. Goed, daar gaan we. Nee, toch nog een sliertje en een hele mooie haak. De hoofdbeheerder mag zich erover gaan ontfermen. Eerste spanning van de wedstrijd, dames en heren. Lukt het hem? Lukt het hem? Het wordt een... Het wordt tricky, denk ik, als ik het zo zie. Geef de man een luid applaus mocht hij het voor elkaar krijgen. Maar het is toch altijd een beetje pijnlijk om te zien, dit soort taferelen. Dan heb je ook nog eens een keer dat het publiek achter je wat de boel probeert op te jutten. Nou, nee. Draait er keurig omheen. Ja. Plakbandje eraan, heel verstandig van de verzorger. Hopelijk dubbelzijdig. Als we ondertussen al, het zal het zijn, een kwartiertje vertraging hebben. 10 minuten. Wie gaat er het beste mee om? Zelfs Detail Snel zal hier niet helemaal op hebben gerekend. Blijft hij plakken. Ja, nu heeft hij hem. Hij heeft hem volgens mij goed te pakken nu.
Kwestie van seconden als je het mij vraagt. Nou, eens kijken. Wat een ellende is het toch eigenlijk ook. Gelukkig de Detel Snel supporters ook goed gemutst. Deze kant op gekomen. Oh, pas op, Jordan Vogelaren. Er wordt er nog een keertje afgeteld. De hel van Detel Snel. En Terg het langzaam weghalen van een rode confetti sliert. Dat is de hel van Detel Snel. Ja, ja, dan gaan we toch maar weer een beetje bewegen, een beetje warm blijven. Als ik toch nog even van de gelegenheid gebruik ga maken om mijn kompanen van het livestream team een klein beetje te helpen. Ik ben zo bij u terug. Correctie. Een hele goede Samaritaan uit het publiek heeft het in 10 seconden voor elkaar. Nou, laten we hopen dat het een DVO'er is, zullen we maar zeggen. Nou, dan kunnen we eindelijk beginnen. Koen van Roekel tegen Jordan de Vogelaar, de jeugdinternational van Nederland tegen de jeugdinternational. Inmiddels volbloed international van België. En we zijn los Boadi tegenover Maureen Oudman, als ik me niet vergis. Of is dat... Ja, Maureen Oudman. Meerkerk, nee, rebound is voor de Vogelaren. Die kan dan vanuit de rug van Koen van Roekel wegstappen. Als ik mijn volume ietsje omhoog draai, want de muziek is gaan liggen. Dus kan ik met mijn normale volume praten. Goed. Jimin de Vries tegenover Chris van Haren. En daar zit Robben de Witte goed voor. Goed voor verdedigd daar. Brett Zuidrecht probeerde daar naar binnen te gaan, maar dat ging niet door. Korte kansen, Koen van Roekel. Cruciaal. Dat hij eens een keer gaat lopen. Deze bal raakt geen korf. Geen goed schot van Marit Nieuwland. De Vries, die schiet over het algemeen beter. Airbal, ook een prooi voor Robbe de Wit. Overigens heeft u het ongetwijfeld al gemerkt, onze schotklok laat ons in de steek vandaag. Ik verwacht niet dat we dat nog gaan kunnen oplossen gezien het drukke programma wat we hebben in ons livestream. Danielle Boadi tekent voor de eerste treffer van de wedstrijd. 0 voor Detels, 1 voor DVO. Ja, die schotklok die werkt tegen vandaag. Dus je zult het met beeld van de schotklok in de zaal moeten doen. Veel te kort deze bal van Jimmy de Vries. Oei. Maar het Nieuwland naar de grond. Toch een beetje een van pijn vertrokken gezicht. Krabbelt overeind. En dan toch even kijken wat de schade is. Lijkt mee te vallen. Daar is Brett Zuidrecht. Airbal. Voorlopig deed al snel geen goede pogingen nog. Althans geen doeltreffende pogingen. Rugdekking. Daar gegeven door Saskia van der Zee. Brett Zuidweg baalt als hij die bal niet goed meekrijgt. Ze krijgt op de voet, dus de bal voor DVO. Meerkerk tegenover Van Elburg. Meerkerk, nee, rebound. Koen van Roekel, geen korf geraakt. Al dus het vingertje van Ronald Buijs. Excuus. Meerkerk, daar is hij er langs. Niks aan de hand. Boadi, geen goed schot. Was er wel nodig dat schot, want... Schotklok begon te dringen. Aan de andere kant is het natuurlijk het zoeken naar Zuidwecht. Tegenover Vaschi. Dan wordt het de Vries. Voorlopig wordt die uitpas heel goed gestoord richting Jimin de Vries. Door de wapperende armen van Chris van Haren. Voorverdedigd hier. En dan een zetje. Ik dacht van Jimin de Vries. Maar de bal is voor Chris van, de overtreding wordt aan Chris van Haren gegeven. Dus de bal is voor Jimmy de Vries. En dan mag de Vries hier de gelijkmaker maken. Maar dan moet hij nu wel maken dat hij wegkomt daar. Niks aan de hand.
En dan is daar ook niks aan de hand. Althans, Jimmy de Vries heeft de bal binnen het veld met een nieuwe schotklok. Ja, daar is hij dan. Jimmy de Vries met de gelijkmaker. En dan nu het tweede aanvalsvak van DVO met Van Aren. Van Aren. Oei. Robert de Wit naar beneden getrokken. Vindt Buis. En dan komt hier de vrije bal voor Chris van Aren. Die staat daar al opgesteld, maar die gaat ongetwijfeld plaatsmaken voor Robert de Wit. Zo werkt dat nou eenmaal, zolang er nog geen vaste posities zijn rondom die korfzone. Dat geëmmer gaan we toch nog even zien. Blijf staan, de vrije bal, Chris van Haren. Chris van Haren, nee. Op de achterkant. Doelpunt voorlopig duur. Zoals we eigenlijk al een beetje hadden verwacht bij zo'n degradatiekraker. Korf wappert heen en weer, dus misschien toch even wachten met het schot. Krielaars. Armpje daar van Gemert. Niks aan de hand. Bij Maureen Oudman. DVO neemt over. Tweede overtreding daar van Gemert. Iemand naar de grond. Het is Zuidweg. Naast haar collega Jeugd International, Saskia van der Zee. Speelde nog samen op de challenge natuurlijk. Chris van Haren in de herkansing. Deze bal ziet er beter uit en dat is hem ook. 2-1. Koen Verhoekel dicht op de ballijnen, maar Detersnel mag verder. De Vogelaren. Vrije bal gegeven tegen Meerkerk. Krielaars met de vrije bal. Ja, ook raak. 2-2. Die vrije bal van Krielaars die is goed. Zagen we vorige week ook al tegen Dos. Je weet wel raad daarmee. De gelijkmaker weer. Doorbraak van Romy Teunissen tegenover Krielaars gaat niet door. Doorbraak Boadi tegenover Oudman evenmin. Dan het schot. Het kort en de rebound bij Jordi van Elburg. Wedstrijd echt. Nog niet echt lekker tot schieten kunnen komen. En de goal. Ik heb het even gemist. 2-3, Marit Nieuwland. Marit Nieuwland is de dader. Boadi, twee beentjes, te kort. En die bal is natuurlijk voor Detels. De promovend is dus nu aan de leiding. Ze kunnen het gat naar 4 brengen. Zuidrecht met een wegwerpgebaar. Goed ervoor, daar Joran de Vogelaren. Het mag door. Het was hard tegen hard. En dan vindt Buijs het allemaal wel prima. Hier dan Meerkerk. Die moet daar toch makkelijk vrij kunnen komen tegen Van Elburg, zou je denken. Koen van Roekel. Koen van Roekel. Hij doet zichzelf een heel groot plezier hoor, door deze bal er binnen te schieten. Want ze liepen echt niet zo heel lekker hoor, die korte kansen. Tegen KZ al ietsje beter. En nu heeft hij de eerste er ook in liggen. Van Elburg, ook een hele mooie bal. 3-4, Jordi van Elburg. Onderschepping, Mats van Gemert, goed gedaan. En er komt wat schwung in de zaal. DVO weer. Robert de Wit, de zuiverste heer van DVO en daarmee volgens mij ook van de league. 30% gemiddeld dynamisch percentage, Robert de Wit.
Krielaars. Krielaars, nee. Letas probeert het initiatief nu naar zich toe te trekken, heb ik het idee. Van Elburg, nee, de bal over de zijlijn, achterlijn. Nee, dus de zijlijn. Romy Teunissen moet die bal kwijt. En dan nu wordt hij aangeboden in het aanvalsvak. En brengt DVO rustig op. En dan gelijk de bal naar de aangeef. Staat er geen enkele voor rebound. Maar had die bal er nog voor Robert kunnen zijn. Maar hij is niet opgewassen tegen Mats van Geemert. Niet helemaal lekker in positie stond hij daar. De Vogelaar op de voorkant. Oeh, recht in de handjes. Van Frenzy Krielaars. Aanval loopt verder. Vrije bal gezien, overtreding op Krielaars. Dat lijkt me een strafhorp. Nee, ja, toch wel. Ik wou zeggen, dat lijkt mij een strafhorp. Buis stond wel aan de binnenkant en kon daarom niet zien dat Romy Teunissen in de rug zat van Frenzy Krielaars. En dan is het hier Jordi van Elburg met het eerste gaatje van 2 als die hem maakt. En dat doet hij voorbeeldig. De youngster van Detel Snel, een van de velen. Hij zorgt voor 3 tegen 5. Meerkerk. Schiet hem maar eens binnen, 4 tegen 5. 4 tegen 5, gaat je op meer keer. Meerkerk, heeft hij er nog eentje? Het is allemaal moeizaam. En dan wordt er lopen gegeven. Gebaren van Romy Teunissen. Kalm. Toch een klein beetje uit te verdedigen. Oh, nou, Bouwari. Nou ja zeg, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Als eentje had uit te verdedigen en dan weet ze de bal te onderscheppen. Cadeautje. En die pakt Meerkerk bijna uit. Had hij misschien toch eventjes mee moeten wachten met dat schot. En als we bijna 10 minuten onderweg zijn en Detels een minimale marge heeft. Vrije bal gegeven, niet voor de overtraining op Nieuwland. Dat is namelijk Saskia van der Zee. En Jimmy de Vries kan het gat weer naar 2 brengen. Gaat naar binnen. En dan is de bal te kort. Oh, Mats van Geemert. De Vries wordt daar geblokt. En dan nog een keer de Vries. Oh, dan schiet hij hem alsnog binnen. Dan haalt hij even zijn gram. En de gebaartjes richting het Bernekoos publiek. Dat is natuurlijk de beste manier om zo'n blok van je af te schudden. Gewoon daarna gelijk weer binnen schieten. Robben de Wit dan. Geen goede uitpaas. Wapperende armen van Mats van Geemert. Bal komt er recht tegenaan. En Robben de Wit zegt hoog aanpassen. Ik ben ruim 2 meter. Ik pluk die bal uit de lucht.
Goeie doorbraak. Francie Krielaars, ja, die doorbraak bij de dames. Daar maken ploegen tegen de DVO graag gebruik van. En het is Jordi van Elburg met de 4 tegen 7. Ja, 4 tegen 7. Goed gedaan, Jordi van Elburg. Goeie doorbraak weer van Krielaars. Die behoorlijke stempel drukt op deze wedstrijd voorlopig. Met wat vrije ballen en wat stippen mee ook. Nou, Robbe de Wit tegen die Mats van Gemert, die zo weinig minuten maakte dit seizoen. Janine van Schie met de tweede bal, geen korf geraakt. Het loopt allemaal niet fantastisch. Koen Verhoekel is daar te laat. Vrije bal tegen, Frensje Krielaars maakt de handen vast droog. En dan kan het al 4 worden. Frensje Krielaars. Belangrijke vrije bal. Robby Teunissen is te vroeg weg. Herkansing voor Krielaars. 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 Oeh, wat hard. Daar ontstaat DVO aan een grotere achterstand. En dat is wel heel belangrijk om nu in deze aanval een keer een goal te maken. Want voorlopig komt het vooral van het... andere vak, 2 om 1, dat zegt natuurlijk niet heel veel. Nou, toch maar eventjes schakelen dan over Chris van Haren. Kan hij zich beter vrijspelen? Ja, dat kan niet. Van Haren, oh, hele mooie bal hoor, want Jim in de Vries zat er best wel goed dichtbij. Maar hij schiet er binnen, Van Haren, met zijn tweede van de wedstrijd. En de tweede van Chris staan op 5 tegen 7. Maar het Nieuwland, wegstapballetje, kan uiterlijk worden geplikt door Van Haren. En dan DVO op zoek naar schadeherstel. De diagonaal is daar. En dan over de dames. Bewaardi moet even... Nee, er is niks aan de hand. Iets te veel theater daar voor de Vogelaren. Buis trapt er niet in. En dan nu 2-2 gelijk. Laat Bewaardi zich een beetje foppen in de rebound daar. Meerkerk, net te kort. Elf om 8, 1 schots aanvallen. Dat is niet echt met, om over naar huis te schrijven. Goed, het blijven wel twee ploegen onderaan de ranglijst. Voor aan de korf is Jim in de Vries, heel zuiver. Dat is voor mij zijn tweede vanaf dat plekje. 22%, Meerkerk andere kant, ook niet te rebounden. Vroege poging daar van Gert-Jan Meerkerk. Toch weer het verschil op 3. Oudman. Komt er nog niet langs. Het scheelt allemaal weinig. Nogmaals de Vries. Nee. Ja, strafworp. Onhandig gedaan van Robbe de Wit. Maar ja, hij stond toch ook niet helemaal lekker opgesteld. En dan dus de time-out van DVO Akautor. Die we wel een klein beetje voelden aankomen. DVO dat toch een iets wat zwakke openingsfase kent tot nu toe. Dat heeft ze wel eens eerder overkomen. Vorige week was het juist andersom. Toen begon het eigenlijk heel erg goed qua scoren. Maar het leek toch een beetje een schijnoverwicht. Die 15 voorsprong die ze hadden op bezoek bij Kogan de Zaan. Maar het waren toch vooral verdedigende fouten. Dan wel blunders van KZ. Waar DVO optimaal van profiteerde. 3 strafworpen, 4 vrije ballen als mijn geheugen me niet in de steek laat. Dus dan loop je gemakkelijk weg naar een comfortabele voorsprong. Maar uiteindelijk hebben we het waardig pressverschil uiteindelijk toch gezien. Nog wel 29 goals van DVO. Wat dat betreft schieten ze tot nu toe onder de maat. Maar het waren er ook erg veel tegen. 35 stuks maar liefst. De Vries met de strafworp. Geen enkele twijfel. En dan is het verschil 4. En dan eens kijken in deze aanval wie er wordt ingeschakeld voor de goals. Voorlopig heeft Robbe de Witte nog niet echt tegen Mats van Gemert. En Chris van Haren schiet er wel 2 in. En die zoekt toch weer de rebound tot nu. Schotje. Saskia van der Zee. Dame had hem niet.
Ook niet Janine van Schie. Janine van Schie praat even bij met Robbe de Wit. Buijs heeft iets gezien. Aanvallende overtreding van Joran de Vogelaren. Ik zag niet wat gebeuren. Misschien dat hij wegtrok uit de paal. Daar is de onderdraaibal. Ook geen geluk nu voor Van der Zee. Bewegingen van Chris van Haren. Daar had die bal gegeven kunnen worden. Chris van Haren wegstappen, schieten. Nee. En de rebound voor Bruid-Zuidweg. Weinig rebound bij DVO. En vooral weinig rebound bij Robbe de Wit. Dat is toch opvallend. Dat Koen Vroekel zo niet allemaal kan winnen tegen Joran de Vogelaar. Ja, dat kan gebeuren. De Vogelaar toch ook een uitstekend rebounder. En ook een goede schutter. Alleen nu even niet. Wordt opnieuw in stelling gebracht. Ziet het naar uit. In stelling gebracht. Daar is die. Ook geen korf geraakt. Iets te agressief. Koen Vroekel. Tikje in het gezicht van Jordi Elburg. Jordi van Elburg. Weer een vrije bal voor Frenzy Krielaars. DVO snijdt zichzelf lelijk in de vingers op deze manier. En Tete snel kan profiteren. En kan dan naar de voorsprong die DVO dus vorige week genoot. Nee. Jordi van Elburg wordt teruggefloten. En dat betekent balbezit voor DVO. Ziet er goed uit voor de Dordtenaren voorlopig. Ook tekort. Weinig schotvaardigheid voorlopig bij DVO en ook weinig rebound. Nou, zie dan maar eens een wedstrijd te winnen. De Vogelaren niet. Peter Snel veel meer pogingen. Jordi van Elburg en weer een strafworp gegeven tegen de veel te gretige Koen van Roekel. En doorgefloten natuurlijk door Buijs. 5 tegen 10, Koen van Roekel. Hij wil zo graag, maar hij loopt zichzelf een klein beetje voorbij. Joran de Vogelaar, dat heeft tegen 10. Nou dan, Robbe de Wit ook niet. Wel de rebound voor Chris van Haren. Vrij schieten dan. Chris van Haren, nee, het zit dan ook niet mee. En DVO moet aan een gigantische inhaalrace beginnen en moet vooral de koppen omhoog zien te houden en bij elkaar zien te blijven. Voorlopig zie ik daar nog niet heel veel spoor van. Opnieuw een vrije bal tegen DVO. Frenzy Krielaars, 5-11 kan het al worden. Veel cadeautjes, mag Detel snel uitpakken. Krielaars, ziet er goed uit. Als Krielaars die vrije bal had afgemaakt, zoals ze de eerste deed, dan was het leed voor DVO nog veel groter geweest. Nu kunnen ze er nog een klein beetje aan blijven plakken. Maar dan moeten ze wel snel hun effectiviteit omhoog gooien. Weer tekort. Weer een eenschotsaanval. 32 om 42 kansen voor de ploegen. Dat valt me nog reuze mee eerlijk gezegd. Maar 37% rebound DVO tegenover 75% rebound Detel Snel. Daarmee is het eigenlijk wel verteld. Aanvalspercentage DVO 19%. Detel Snel 38%. Frenzy Krielaars heeft een nu iets in de sok gestopt. Ik denk een oorbel. Hopen dat ze die zo meteen nog kan terugvinden. Krielaars. Altijd op twee benen, Krielaars. Dat is wel lastig indraaien. Nu heeft ze meer ruimte om dat te doen. Maar dan schiet ze hem alsnog over de korf. 37% rebound. Nou, Ruben Wieser. Wat gaat er allemaal mis? Ik hoor het graag zo meteen. Chris van Haren ook niet opnieuw. Ja, die bal was ook niet te rebounden. Er best goed uit, maar Robbe zegt ook van, Robbe de Wit zegt ook van, ja sorry, ik kan hier helemaal niks mee, zoals die bal naar beneden komt. Er is geen eer aan te behalen. Dan toch Robbe de Wit, ook niet. Red Zuidweg met de afvallende bal. Het zijn 6, 7
aanvallen van deze tweede Bennekomse aanval die na één schot alweer balverlies opleveren. En dat reboundpercentage daalt zien de ogen. Goed, Jordi van Elburg weer te veel, dacht ik, bij Koen Verhoekel. Jordi van Elburg had die bal kunnen krijgen, maar Krielaars krijgt hem niet. De Vogelaren, geen enkele vorm van rebound. Krielaars, dan moet deze voor Meerkerk zijn. Oh, hij tikt hem zo in de handen van Jordi van Elburg. Oh, 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 oh. Nou, Gertjan Meerkerk zegt dat hij aan zijn arm wordt getrokken, maar ik zag het eerlijk gezegd ook niet. Hele dure bal dit. Zo'n situatie kan je breken. Gelukkig, Daniel Bouwadi schiet hem gewoon binnen. 2 uit 2 schiet zij, denk ik. Schiet 2 uit 3. Dus is geen gele. Het valt zo ernstig is die 2 uit 5. Jim en de Vries, een airbal. Goede lopende rebound. Mats van Gemert, alle tijd nog. Schotklok op 10. En dan weer Jim de Vries hier zo. Uit beweging. En dan denk ik een overtreding van een Dordtse dame te weten. Ik weet het eigenlijk niet. Maar het Nieuwland was het denk ik. Opnieuw zoeken naar Bouwadi. Ja, zij schiet ze er als enige met een goed percentage in. Dus dan kan ik DVO niet kwalijk nemen. Ai, 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 ai. Gertjan Meerkerk. Nou, krijgt hij hem ook weer niet lekker in zijn handjes. Nu is hij er langs. En dan zegt Kraaienveld hier aan mijn rechterhand. Hier is absoluut geen sprake van een strafworp. Het is juist door de Vogelaar die ons erboven wordt gelopen. Joran de Vogelaar snapt het niet. Hier zien we het terug. Nog een andere hoek ook. Mooi dat het kan. Nou, hij is toch al een klein beetje in beweging. Ik begrijp dat het een twijfelgeval is, maar Buis die beslist hier dat de Vogelaar daadwerkelijk een klein beetje van zijn lijn afwijkt. Maar goed, de frustratie voor Detelsnel is begrijpelijk. Bij het welstaan die strafworp. Koen van Roekel. Koen van Roekel, dat doet hij. Nou, eindelijk weer eens een goal voor DVO. En 2 op rij, maar liefst. 7 tegen 11, met nog 7 minuten te gaan. Als DVO nou een goede laatste fase van deze eerste helft speelt, dan valt de schade te overzien voor de Bennekommers. Maar goed, daar wilde Detelsnel natuurlijk niet aan meewerken. Die zijn dan weer op zoek naar de volgende. De bal gaat soepel door het vak heen. Achter Korf, Joran de Vogelaar. Of die even naar huis wil bellen, mag bellen. Gebaartje begrijp ik niet helemaal. Hij zit wel. 7 tegen 12. Toch weer 5 verschil. En Saskia van der Zee heeft veel ruzie met de bal. Nou dan, weer de 1 tegen 1 opgezocht. Robben de Wit. Lukt het hem om vrij te komen. En Rutte toch vooral om die bal eens een keer binnen te schieten. 4 op de klok. Robben de Wit ook niet. Jongen, jongen, jongen. Robben de Wit. Ook vooral boos op zichzelf. Zijn grandioze percentage van 30% zal inmiddels iets gezakt zijn. Krielaars, geen Korf. Oei, geen goede bal, de Vogelaren. Iets te veel van het goede nu. Voor een van de spelers die de toekomst moet vormen in het Belgische korfbal, in ieder geval nationaal gezien. Van Schie. Ja, nou, daar zit hij dan eindelijk. 7. En het wordt 8. 8 tegen 12. Eerste goal van Sotanski. 30% beneden haar pijl. En een onderschepping, Chris van Haren. Ja, hij kan hem toch nog verzilveren. Nou, publiek toch tevreden daarover, die onderschepping en over de goal van zojuist. Wat kan DVO dan nog meer? Romy Teunis, uitstand. Nee, wel de rebound. Koen van Roekel. Iets meer rendement nu. Meerkerk. Nou zou Detels er goed aan doen om te temporiseren, denk ik. Oh, Janine van Schie.
Oh, Janine van Schie. Dat gaat helemaal niet goed. Zeert het uit van de pijn. Voorvoet. Dat lijkt me dan een middenvoetsbeentje. En dat is nou trouwens precies waar Renny Oosting last van heeft. Volgens mij ging ze niet door de enkel, maar wilde ze gewoon op haar voorvoet meestappen met Brett. We proberen het volgens mij terug te zoeken in de regie. Nee, we zien wel ondertussen Roos Scherrenburg vrijlopen. Warmlopen natuurlijk. Het gaat er niet meer worden, denk ik, voor Janine van Schie. Of valt het mee? De wonderspray moet eraan te pas komen. Nou, het gaat toch zo goed als zo kwaad als het gaat met Janine van Schie. Misschien toch een beetje van de schrik bekomen. Pure adrenaline misschien die haar hier doorheen gaat slepen. We gaan even aankijken hoe Janine van Schie het volhoudt. Natuurlijk nog 5 minuten en dan deze een kwartier lang om eventueel verzorgd te worden. Om het leed te verzachten. Koen van Roekel, daar is hij weer. Balletje Koen van Roekel, ja, hij schiet er weer binnen. De ontlading is er ook. Belangrijke goal ook voor hem persoonlijk. En DVO weer op 2. Lekker zo, vlak voor rust. Nou ja, vlak, 4,5 minuut. Maar dat is wel iets wat Koen van Roekel heel erg goed kan gebruiken. Dat hij die balletjes afschiet. Al die kansjes die Gert-Jan Meerkijk forceert. En de overnamesituaties. Daar moet hij van profiteren, Koen van Roekel. Binnen de lijnen van de regio-kant, Menno van der Neut. Menno van der Neut op de plek van Robbe de Wit. Ook vorige week ingevallen. Hoe die het doet, soms weet ik het niet. Maar hij is altijd goed voor doelpunten. En doelpunten, dat is wat DVO nodig heeft. Goeie actie van Koen van Roekel. Kijk die paas. Daar zat toch wel een beetje frustratie in. Of in ieder geval ontlading. Verdediger de rebound. Daar is hij, Van der Neut. Van der Neut, nou, wat zeg ik? Altijd goed voor doelpunten, Van der Neut. Hij blijft er vrij koeltjes onder, maar... Ik heb toch wel een beetje kippenvel hoor, naar zo'n entree. Of het nou DVO is of een speler van Detel snel. Hij zal het vast niet anders zo voelen. Maar goed, hij moet zich gewoon weer concentreren op de volgende. Geforceerde aanvallen nu. Iets te veel. Koen van Roekel teruggefloten. Eerste overtreding krijgt hij al tegen. DVO terug in de wedstrijd. Overigens ook dapper natuurlijk van Richard van Vloten. Dat hij nu al durft te wisselen. Dat deed hij ook al een keertje heel succesvol. Goed verdedigd, Koen van Roekel. Waarom is dat niet verdedigd? En dan voetjebal, voordeel. En alsnog van Roekel, nu heeft hij hem. Ja, nu heeft hij hem. Oh. Iets te agressief. Van Geemert, wegwerpgebaar van Koen van Roekel kan verkeerd worden geïnterpreteerd. Maar het valt allemaal mee. En DVO op naar de gelijkmaker. Hebben zich toch teruggeknokt. Van een achterstand van 6 verschil. Toch opvallend, hè? Die goal van Jordi van Elburg, dat cadeautje wat hij kreeg. Deed ons daar misschien toch een klein beetje van toch wel strafworp gegeven. Ja. Hetzelfde nu. Aan de andere kant zagen we het al. Buijs op advies van zijn grensrechter. Een hele betrouwbare grensrechter altijd. En hij vertrouwt er blindelings op. En dan nu een time-out voor Detels snel. Vanuit mijn eigen groene pet ben ik natuurlijk tevreden. Maar ook voor het verloop van deze wedstrijd en een neutrale kijker is het maar goed dat DVO hier terug in de wedstrijd komt. En we gewoon weer een hele spannende degradatiekraker gaan krijgen. De vraag is natuurlijk hoe kan Detel snel hiermee omgaan. Normaliter is het wel een ploeg die wat tegenstoten kunnen verwerken. Weet zich vaak terug te knokken van een achterstand. De vraag is alleen wat gebeurt er als de tegenstander zich terugknokt van een achterstand. Dus als Detel snel een voorsprong uit handen geeft. Kunnen ze het dan ook? Kunnen ze dan ook gefocust blijven? Hoe dan ook, Menno van der Neut schiet er eerst eentje binnen en krijgt dan een strafworp. Dus goed gezien.
Hij maakt hem, Chris van Haren. De stand in de vrouwen, Chris van Haren. Terug met nummer 8, Robert. Terwijl ik af en toe trouwens vanuit mijn linker... Oeh, strafworp. Oh, ik dacht dat hij fluit voor strafworp. Terwijl ik af en toe vanuit mijn linker ooghoek een lampje zie knipperen geel, wat rood zou moeten zijn. Dat is de status van de stream. Ik hoop dat bij u thuis allemaal soepel verloopt. Oei, een zucht van extase door de hal. Daar gaat hij weer, Meerkerk. Nou, opnieuw, Koen van Roekel, zelfde plekje als zojuist. Koen van Roekel, ja, hij maakt hem weer. En weer die ontlading. En de voorsprong is erbij, 13-12, Koen van Roekel. 13-12, een grandioze comeback nu van de EVO. Deto Snel is het helemaal kwijt. Jim in de Vries, van heel ver. Verdedigen trouwens Robbe de Wit in het veld weer. Brett Zuidweg helemaal nog niet gezien. En dan staat ze toch tegen een licht gekwetste Janine van Schie. Loopt er ook niet echt heel tevreden bij, Brett Zuidweg. Voorlopig hadden we trouwens wat Detel Snel haar nog niet nodig. Oh, Gerto Meerkerk. 14-12. En dat is toch ook wel typisch DWO, hè? Het kan echt enorm hard vriezen. Het kan ook echt gigantisch snel dooien. Hier in Bennekom. Zo scoor je de 3 met, wat is het, een kwartier, 5 met een kwartier. Volgende onderschepping, Chris van Haren pakt hij hem. Hij pakt hem, maar hij slaat hem aan de andere kant over de lijn. Maar goed, dan kan er worden vastgezet. En dan kan de tijd worden gewonnen. Mats van Geemert heeft 4 seconden en dan gaat het ook mis. Oh, een zetje van Menno van der Neut, kennelijk. Overtreding op Marit Nieuwland. Dan mag Detel Snel het nog een keer proberen. Jim en de Vries, kan hij hem kwijt? Ja, gaat ook maar net goed bij Maureen Oudman. 14-12, wat een kentering. Jordi van Elburg is die bal te halen. Nee, die bal is niet te halen. Stopt daar tegen de boring. Het is maar goed dat die boring goed vaststaat. In tegenstelling tot de boring in Koogstaandijk. De gele kaart voor Menne van der Neut. Ongetwijfeld u niet ontgaan. Wij schroeven alles goed dicht hier bij DVO. Menno van der Neut, daar wordt hij hem graag hebben. Daar wil hij hem graag hebben, op de achterkant. Menno van der Neut heeft veel minder moeite om Mats van Geemert van zich af te schudden. Daar is hij weer, natuurlijk de grote pas naar achter. En deze bal was niet goed. Maar de schwung zit er goed in nu bij DVO. 14-12. En heel veel huiswerk opeens toch voor Gert-Jan Kraaienveld. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Oudman, ook niet. En de rebound. Detel Snel is het helemaal kwijt. En nu moeten ze toch wel hun typische karakter laten zien. Karakter wat ze bijvoorbeeld ook in de hoofdklassefinale liet zien. Het karakter waarmee ze die wedstrijd wonnen. Menno van der Neut, nee. Rebound, die een stuk beter loopt inmiddels. Menno van der Neut, achterkant, korf geraakt. Nog 17 seconden. DVO kan deze aanval uitspelen. En als hij dan nog... Oei, dat is wel echt vroeg genomen. Menno van der Neut. Al de tijd om nogmaals Menno van der Neut uit te spelen. Menno van der Neut. Goed gestoord daar van Geemert. Van der Neut met een noodschot. En dan zit de tijd erop. En dan is dit een hele bijzondere eerste helft. Met eerst alles deed al snel wat de klok sloeg. Maar DVO toont veerkracht. Heel veel veerkracht. En ik zie hier trouwens... Ik zag heel snel, ik probeerde de cameraman nog op te attenderen, maar ik zag Dennis Brunt heel erg fel in discussie met Richard van Vloten, de coach van DVO natuurlijk. Dat zal ongetwijfeld gaan over de reboundpositie. Want hoe kan het dat DVO eerst zo weinig rebounds pakt en daarna zoveel? Ik ben heel erg benieuwd wat bijvoorbeeld Ruben Wieser daarover gaat zeggen. Voor mij staan de heren bijna klaar om het woord te gaan voeren. Misschien kan ik even een duimpje krijgen van bijvoorbeeld Jan Ander van Ginkel, onze gastheer.
Jan-Anne, zijn we er klaar voor? Ze zijn er klaar voor. Nou, komen ze erin met 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Ja, daar zijn we. In de rust van DVO, accounter Detail Snel. Wat een eerste helft, Ruben. Nou, lekker bordje. Goed teruggekomen. Knap hoor. Het leek er even niet op. Het, het stond op een gegeven moment 11-5 voor Detail. Ja, Detail was de baas. Ja, het was slecht. Er werden heel slechte keuzes gemaakt. Er schoten heel veel te snelle schoten met een rebound die nog niet lekker op tijd was. We zagen een heleboel eenschots aanvallen waarbij DVO eigenlijk op 18 seconden al schoot op een slechte rebound. En, ja. Dus die ballen die gingen maar terug naar Detail in de aanval. Ja, die wisten daar toen wel raad mee. Ja, ik wou zeggen, want we zeiden van tevoren het reboundpercentage gaat belangrijk worden. Wie pakt de meeste rebounds? Dat was over de hele eerste helft gezien in het voordeel van Detail. Ja, en Detail meer doelpogingen ook gepakt. Ja, als je niks overhoudt, ja, dan houdt het gauw op voor je aanval natuurlijk. Ja, veelzeggend vond ik halverwege de eerste helft een moment van de spits van Jimin. Die in zijn eerste actie geblokt wordt. En vervolgens die bal toch binnenpof. We zien het hier ook even op beeld. En eigenlijk de verbeterheid die Detail uitstraalde was voor mij wel veelzeggend in de eerste helft. Hè. Ze waren scherper in het begin. Ja, ze waren veel meer van jongens luister over ons lijk. Wij gaan ervoor en desnoods met een zetje hier en een duwtje daar. Maar wij gaan hier niks laten liggen. Dat miste ik een beetje bij DVO. Het is een beetje te braaf allemaal. En op een gegeven moment kwam er langzaam wat meer brani. Dan krijg je een klein opstootje. Koen die geeft een keer een zetje. Ja. En toen kwam het een beetje los eindelijk. Ja, want eigenlijk als je kijkt naar die aanvallen van DVO. Toch nog even tot het moment dat het eigenlijk omsloeg. DVO heeft moeite, komt snel onder druk te staan in de aanvallen. Doordat er of de eerste bal niet op de korf is, waardoor de schotklok gelijk een druk geeft. Ja, volgens mij zie je dat als de schutter onder druk staat, dat er niet gelijk een alternatief is. Dus de aansluiting is te laat. Er staat niet een andere iemand die even die aanval op zich neemt en even in de spitsfunctie kruipt. En als je dat zou willen, dan wordt hij niet aangespeeld waardoor hij er wat mee kan. We zien hier ook wat beelden inderdaad van die eerste helft, Ruben. Waarbij je ziet van een schot hier van op de voorkant, één schotsaanval. Ook een aantal ballen die dan net niet lekker vallen, waardoor je eigenlijk gelijk in de problemen komt. Ja, en ook dit rebound-duel, Robben moet deze gewoon hebben. Ja. Desnoods gaat iedereen tegen de vlakte. Maar je dat deed jij nog wel ja, eens, hè? Ja, maar goed, het is een, je moet deze pot winnen. Je wilt het niet over je kant laten gaan. En dan maar liever allemaal op de grond, maar ja. Die bal die moet je gewoon pakken. Klaar. En er komt in één keer een omslagpunt. En er gebeurt wat in de hal. Wat was dat omslagpunt? Ja, we hebben natuurlijk geweldig informeerd ook van Menno gezien. Menno valt goed in, schiet gelijk zijn eerste bal erin. Dat is natuurlijk lekker. He, dat is lekker binnenkomen, verdedigen. Die weet even niet van shit, wat moet ik nu? En dan begint van die goals. Ik weet niet of dit de eerste was, maar die plofte gelijk lekker binnen. Ja, dit is zijn eerste. Ja. Ja. En daarna doorbraakactie van Gert-Jan. Stipje mee hier. Ja. Stipje gelijk mee. Doorbraakactie van Gert-Jan. Twee achter elkaar die Koen rustig en mooi afmaakt. En hier ook een mooie poffert van Gert-Jan. Ja, Gert-Jan schoot twee achter elkaar in. Ja. Dat werkt natuurlijk ook. En Koen, we hadden het van tevoren over Koen. Die is verbeterd op zijn korte kansen. Die is vandaag scherp op zijn korte ballen. Ja, volgens mij heeft hij er... Prachtig beeld trouwens, ja. Let op. Volgens mij zit hier heel veel verbeterheid in. Ja, hij miste volgens mij de eerste twee. En daarna schoot hij volgens mij twee raak. Maar zeker als het ook niet lekker loopt. Als die schoten te vroeg komen als rebounder. En je hebt dan een rebound niet en nog eentje niet en weer een niet. Dat is heel frustrerend, heel irritant. Dan kom je er niet lekker in. En nu pakt hij wat rebound-duels en dan die korte kansen erachteraan. Ja, dan krijg je een beetje vleugels natuurlijk. Ja, we zaten halverwege elkaar aan te kijken van, joh, wat moeten we hier straks over gaan zeggen? De moed zakt een beetje in de schoenen, maar we staan hier nu al. Toch even vanuit onze groene microfoon, zeg maar. Ja, het duurt nog even natuurlijk, want, maar het is al zonde dat je in het begin van de eerste helft, dat je het eigenlijk, je komt er 6 achter. Als je dat zou wegstrepen, hè, dan sta je met veel meer gemak ga je die kleedkamer. Dus straks als ze terugkomen, ja, gelijk weer scherp, gelijk weer tanden erin. En niet weer laten gebeuren dat je erachter komt. Maar dat heeft wel te maken met een veel hoger schotpercentage in het tweede deel van de eerste helft. Het reboundpercentage moet toch structureel wel wat omhoog bij DVO? Ja, maar ook betere keuzes. Dus de schoten op betere momenten. Je ziet op de laatste aanval zie je heel goed dat er gewoon gezegd wordt, hey, luister, we hebben nou de bal gevangen. Hij gaat nu niet gelijk naar buiten voor ergens een kans van 1 meter of 7. Nee, we gaan weer spelen. En we vullen even opnieuw in. Laat maar die bal in de aanval. Hoe langer jij die bal in de aanval hebt, hoe minder zij. Nou, zij kunnen scoren. Ja, het is een beetje Cruyffiaans, maar ze werkt het wel. Ja, we hadden van tevoren. We hebben hier nog wat statistieken van de eerste helft. Zijn er nog. Ja, we hebben al best wel wat besproken natuurlijk. Maar zijn er nog dingen die jou. Als je kijkt naar de statistieken die jou zijn opgevallen over de hele eerste helft gezien? Ja,
Wat je ziet, die is van het kort schot 2-6. Dat zijn dus alle twee van Koen. En een aantal schoten, een aantal kansen die je wel wil nemen. Ja, maar dan moeten ze wel op de korf. Ja. En die zag je een paar keer gewoon de korf missen. Dus er was niemand die bal in een vliegende rebound nog binnen kon halen. Nee. En dat is misschien een beetje zenuwen. Misschien een beetje scherpte. We spraken van tevoren twee coaches die er allebei wel, volgens mij wel vertrouwen in hadden. Gert-Jan misschien nog wel het meest. Die was blij met hoe het stond. Maar wie heeft tot nu toe het meest... DVO omdat we voorstaan, ja. Maar... Hij wilde heel duidelijk niet met Jim en naar Gert-Jan. En ik weet niet of dat nu heel goed uitpakt. Je ziet dat zij aanvallend nu toch wat minder rebounds pakken. Robben die komt in de verdediger terug voor die verdedigende rebound. En dat loopt eigenlijk voor DVO nu wel lekker. Nu hebben ze iets meer grip. Moeten wel trouwens oppassen dat we even uit de overtredingen blijven. Ja. Hè? Want we hebben geluk gehad met het percentage van de vrije ballen. Vooral van Frans Krielaas, dat was niet best. Nee, die hebben echt heel weinig vrije ballen gemaakt. Een vrije bal of 7 gekregen. En volgens mij schoot ze de vorige week een heel hoog percentage. Dat had je hier gelijk al kunnen nekken. Dus, en dat kwam puur gewoon te laat. Steeds net te laat. Wel fel willen zijn, maar niet op het goede moment. Wat? En daar moeten ze wel even op letten. Zo. Hey, tot slot, wat voor een tweede helft gaan we zien? Ja, DVO moet gewoon doorpakken. De Aldi is niet voor niks uitgepakt. En gewoon ieder doelpunt vieren. Ieder overwinning vieren. Ieder duelletje wat je wint vieren. Ja. En dan moeten we hier gewoon kunnen winnen. Top. Hey, we gaan, dankjewel Ruben. We gaan na de wedstrijd uiteraard ook nog terugblikken op hopelijk een net zo enerverende eerste helft. We hebben ook een gast. XOL is op bezoek bij DVO. En we hebben even een leuk filmpje welke we willen instarten. En daarna hebben we even een kort gesprek ook met Bart van XOL. Ik zou zeggen, neem even tijd om mooi naar dit filmpje te kijken over blessurepreventie bij DVO. Ik ben één keer heel erg door mijn enkel gegaan en toen merkte ik dat ik daarna best wel snel er vaker doorheen ging. En dat wilde ik gewoon voorkomen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar braces en toen kwam ik bij de XOL. Bij deze enkel brace heb je alle vrijheid. En bij de andere braces die ik voorheen heb gebruikt, voelde ik me nog wel eens belemmerd in mijn bewegen. Als je een grote jongen bent zoals ik en wat zwaarder, dan is het fijn om wel die bewegelijkheid mee te pakken. En als je dan in een andere enkel brace zat, dan werd de bewegelijkheid daarin wat belemmerd. En hierin ben je eigenlijk helemaal vrij, kan je alleen niet naar buiten verzwikken. En dat is voor mij een ideale oplossing. Afgelopen jaar ben ik gewoon geen één keer heen gegaan en ik heb wel gemerkt dat 5-6 keer me gewoon wel gered heeft. Dan voelde ik gewoon dat als ik ze niet had, dat ik er dan gewoon finaal doorheen was gegaan. Ik merk wel dus dat het een enge beweging is, maar dan land ik terug en dan gebeurt er niks. Ik ben al wel een keertje goed om enkel gaan, maar de verwachting is dat als ik de enkelbrace niet om had gehad en een andere enkelbrace om had gehad, dat de schade groter was geweest en dat de XOL-brace deze schade wel flink heeft beperkt nog ten opzichte van een andere brace. Dus geen sprongkracht dat verloren gaat. Ik merk ook dat ik in mijn acties heel veel zekerder ben en XO is echt top. Daar zijn we weer. Hey, Bart, welkom. Linda, Bart. Welkom van A1. Jij bent hier ook omdat je ook natuurlijk met de braces van XOL speelt. Bart, nogmaals van harte welkom. Ja, jullie staan hier volgens mij vandaag ook met een standje. Kun je wat meer vertellen over jullie product? Yes. Ja, dit is de XOL. Ik heb hem hier in de hand. We zijn hier 8 jaar geleden mee begonnen. Omdat verzwikken gewoon een enorm groot probleem is binnen heel veel sporten. En de braces die er nu zijn, die zijn niet altijd even goed. En wij dachten dat het beter kon. Dus wij zijn met de XOL begonnen. En de XOL die beschermt je alleen op het moment dat het nodig is. Dus dit bandje dat aan de buitenkant loopt, dat is eigenlijk een kopie van je eigen enkelband. Die ook geblesseerd raakt op het moment dat je verzwikt. En dat bandje doet eigenlijk niks tot het moment dat je verzwikt. En als je dus niet aan het verzwikken bent, maar gewoon aan het sporten, dan kan je helemaal vrij uit sporten. Is dat ook het grootste verschil met een bandage of tape? Of ik heb vroeger nog alles wat tapejes om mijn enkel gehad. Ja, je hebt zelf ook wel verzwikt. Ik was wel blessuregevoelig als het ging om mijn enkel. Ja. Ja. Ja, bijna elke korfballer wel. Ik hockey zelf dan, maar ook veel verzwikt. Het klopt. De bewegingsvrijheid is heel fijn, maar daar zal Linda zo meteen ook wel even wat over vertellen. En heb je misschien ook net in het filmpje al gezien. Maar daarnaast geeft het ook heel veel bescherming tegen het verzwikken.
We zijn er nog druk mee bezig, maar het lijkt erop dat het ook een stuk beter is nog dan de huidige braces. Ah, mooi. Ja. Ik zie ook een aantal spelers in de selectie. Janine zag erop spelen. Volgens mij Dennis zagen we even in het filmpje ook terugkomen. Bij de A1 dus ook. Kun je wat vertellen over de samenwerking die met DVO loopt? Ja, dat is heel leuk. Wat ik net al zei, wij zijn 8 jaar geleden begonnen met de XOL. Toen nog heel veel ontwikkeling gedaan om erachter te komen hoe het precies werkt en hoe het toegepast moet worden. En 2 jaar geleden zijn we eigenlijk bij DVO terechtgekomen als eerste Korfbal League club die ermee aan de slag ging. En toen ben ik met Rick in aanraking gekomen, de fysio hier zo. En die was er heel erg van overtuigd. En die heeft echt zijn nek uitgestoken en ons uitgenodigd en gezegd, ja, dit moeten we gewoon gaan doen. Ja. Dus zodoende ben ik in aanraking gekomen. En die hebben de innovatie, die toen in de korfbal nog amper bekend was, die heeft Rick hier eigenlijk binnen de korfbal gebracht. En in eerste instantie binnen DVO. Dus wij ondersteunen ook de selectiespelers, maar ook de junioren selecties. Ja. En we staan hier regelmatig om andere mensen ook te informeren over het product. Oké, mooi. En Linne, kan jij dat inderdaad bevestigen dat het iets is wat jou heeft geholpen in jouw blessurevrij kunnen spelen en in je bewegingsvrijheid, hoorde ik je zeggen in het filmpje? Ja, klopt. Afgelopen jaar ben ik gewoon niet meer door mijn enkel gegaan. En ik merkte dat ik gewoon veel meer zelfvertrouwen weer had in mijn acties en bewegingen. Want ik was niet meer bang dat ik er doorheen zou gaan. Want ik heb al in het afgelopen jaar 5-6 keer gemerkt dat hij me echt tegenhield. Ja. Dus dat mijn voet eigenlijk weer de goede kant terugklapte. Dat hij er dus niet doorheen ging. En het is fijn dat ik er zo wordt niet weer een keer 3 weken eruit lig door zo'n rotblessure. Dat lijkt me een hartstikke mooie ontwikkeling. Want ik begreep dat Rick ook nog onderzoek gaat doen aan die bewijslast. Hè? En dat medische stuk, of dat inderdaad echt werkt. Ja, klopt. Ja, we zijn er heel druk mee bezig. Wat Linda net ook zegt, je merkt echt op het moment dat je bezwikt, dat je terugkomt. We vergelijken daarom ook wel met een veiligheidsriem in de auto. Ja, hij doet de hele tijd niks, maar je merkt echt als hij aangrijpt. En we horen deze verhalen natuurlijk veel meer, dat mensen denken, oh, ik ga er bijna doorheen. En dan gaan ze er toch net niet doorheen. En we willen natuurlijk ook aantonen van, ja, hoeveel kunnen we dan daadwerkelijk gaan voorkomen? Ja. Braces kunnen ongeveer 50% van de verzwikkingen voorkomen. Dus als er in de selectie bijvoorbeeld 20 verzwikkingen zijn, ja, dan zijn er nog steeds in de selectie met braces 10 verzwikkingen elk jaar. En uit eerste cijfers blijkt nu dat wij 95% van de verzwikkingen kunnen voorkomen. En dat is een heel mooi cijfer, maar dat willen we ook wetenschappelijk aantonen. Ja. En ook daar zijn we in samenwerking met DVO, wat gewoon een hele innovatieve club is, naar mijn idee. Dat is mooi om te horen, dankjewel. Ja. Nee, jullie zijn er heel druk mee en we zijn daarom ook flink in samenwerking om die effectiviteit van het product ook daadwerkelijk wetenschappelijk te onderbouwen. Ja. Mooi man. Nou, in ieder geval leuk dat jullie even hier ook wat wilden vertellen en dat je hier vandaag hebt staan. Linde, jou ook bedankt. We gingen het niet over je wedstrijd van A1 hebben. Maar ik wens jou wel een heel mooi blessurevrije jaar en een ook heel succesvol jaar. Ja. Ondanks even de domper vandaag. Dankjewel. Zet hem op. Dankjewel. Super, bedankt. Dan gaan we hier de rustbeschouwing afsluiten. En we gaan ons opmaken voor de tweede helft. Hopelijk net zo'n eerste als de eerste helft. Net zo ontzettende sfeervolle eerste helft. En het zal ongetwijfeld heel spannend worden. Heel veel plezier bij de tweede helft. En Tim, nogmaals, tweede helft, veel plezier daarboven. Ja, dankjewel Arin. Dat gaat helemaal goed komen. Oh, dankjewel Arin, sorry. Dankjewel Jan-Anne. Het gaat helemaal goed komen. We hebben nog ongeveer een minuut te gaan voordat het weer gaat losbarsten hier. We kijken inderdaad nog een keertje naar de cijfertjes, want daar ben ik persoonlijk ook wel van. Ja, dat reboundpercentage, dat is inmiddels gestegen bij DVO naar 50%. En dat is op zich al opzienbaar natuurlijk, want het schommelde eerst rond het 35%. Maar ook het feit dat DVO veel beter is gaan schieten en doelpunten is gaan maken. Wat eigenlijk leidt natuurlijk tot minder rebounds, want je hoeft die ballen niet af te vangen voordat je weer naar de volgende aanval kan. Ja, dat is toch wel een bijzonder gegeven. En als DVO dat kan volhouden en ook deze schotvaardigheid kan vasthouden, dan moet Detos snel met een list gaan komen. Zo denk ik dat de vork in de steel zit. Ik ben heel benieuwd wat Gert-Jan Kraaiveld allemaal heeft besproken in de kleedkamer en hoe we dat gaan terugzien binnen de lijnen. Ik zie nog wel lachende gezichtjes bij Brett Zuidrecht en Frenzy Krielaars. En ik zie verder geen wijzigingen, want Menno van der Neut staat nog altijd in de aanval. We zullen ook eventjes wat zaalgeluid bijdraaien. Je kunt er ook daarvan genieten. En
Dan is het Jordi van Elburg die de tweede helft in gang mag gaan zetten. Een tweede helft die wel eens van doorslaggevend belang kan gaan zijn. In ieder geval ten dele in het verdere verloop van de Korfball League carrière van deze twee clubs. Beter snel gaat op zoek naar de aansluitingstreffer via De Vogelaren tegenover Meerkerk. De Vogelaren, hoogweg schieten natuurlijk. Maar dan direct goed meegevangen door Koen van Roekel. Ik heb het idee dat ook een klein beetje binding mist daar. Jordi van Elburg staat er een klein beetje apart toe te kijken. En dan aan de andere kant, Menno van der Neut, Korf geraakt, jazeker. Gelijk weer het zoeken. Oh, maar hij is er langs. Hij krijgt de bal niet mee van Saskia van der Zee. Dus dan mag hij nog een keer proberen. Oh, ik zie trouwens toch een nieuw gezicht. Krullenbol. Bart van Lee, rasverdediger. Hoofdklassefinale was hij er nog bij. Overigens, de partner of man, huwelijkse status mij niet helemaal bekend, van Fenna Zwang. Fenna Zwang van Lee, dus ze zullen getrouwd zijn. Fenna Zwang, oudspeelster van Dordrecht, van Detels, snel en natuurlijk van DVO Counter met Fenna Zwang hadden we bijna de play-offs. Inmiddels toch weer degradatie zorgen in Wennekom. Voor zover we daar al van kunnen spreken. Hier, poging op poging. Totaal ander beeld dan in de beginfase van de eerste helft. Daar is hij er langs. Typische Chris van Haren beweging. Saskia van der Zee kan net niet de bal meegeven. Maar dat zijn wel de doorbraken die we van Chris van Haren kennen. Jim en de Vries in het andere veld gekomen. Daar houdt Gert-Jan Kruijveld wel van om spelers heen en weer te gooien tussen de vakken. Jordan Vogelaren krijgt de bal tegen. Nadenken zegt hij tegen Maureen Oudman. Zij werd daar teruggefloten. Menno van der Neut vindt die bal ergens terug. En dan nu het schakelen. Ai, Chris van Haren, geen goede uitpaas. Saskia van der Zee zet vast, zou ik zeggen. Bart van Lee is op tijd waar hij moet zijn. Iets te veel, Janine van Schie. En dan Detels weer met Krielaars. En Jim in de Vries, dus nu toch tegenover Gert-Jan Meerkerk. Hij schiet er wel binnen, Jim in de Vries. 14-13, Jim in de Vries. Jim in de Vries, dus toch tegenover Meerkerk nu. Gert-Jan Kruijveld toch niet tevreden over hoe het stond, kennelijk. Van der Neut. Korf weer opnieuw geraakt. Hij schiet wel de goede kant op, alleen de snelheid komt nog niet helemaal. Of de boog, hoe je wilt. Hij redt het niet, Van Lee. Maar het zuivere schot is nog even in de kleedkamer gebleven. 8 seconden, heel veel tijd nog. Chris van Haren. Nee. Of dat probleempje is toch voor DVO Accounter. En Jim in de Vries wordt ingeschakeld voor de gelijkmaker. Is die hot? Deze nog niet. Oudman. Van nou een nood. Boadi ertussen. De Vries. Voor de korf, kijk eens, Jim in de Vries, daar is hij echt heel goed in. Voor de korf schieten, daar houdt hij van. Wissel. Bart van Lee weer naar de kant. En Jordi van Elburg erin, Frans Kulaars eruit. En binnen de lijnen was Jitte Janssen. Jitte Janssen binnen de lijnen gekomen ook. Dat is mij een onbekende dame. Dan moet ik tot mijn schaamte bekennen. Ik kan niet heugen dat zij al een minuut heeft gemaakt dit seizoen. Goede rebound, Koen van Roekel. Maar deed er snel dus wel weer langs zij. Meerkerk kan lekker fles zien, veel te kort. Ai, goed de bal. Toch de bal van Jette Jansen daar. Nog een zoomer. En dan Frans Krielaars naar het andere vak. Kijk, dat bedoel ik. Gert-Jan Kruijveld. Draait zijn hand niet voor om zijn hele vak om te gooien. Om zo de wedstrijd te doen kenteren. DVO kan wel een goal gebruiken. Nog geen goal gemaakt. Sinds de tweede helft is hervat. De Vries tegenover Meerkerk. De beide puntspelers
Romy Teunissen. Jitte Jansen is net op tijd terug. Goeie onderschepping. Jim in de Vries. Ik wil graag wat meer support vanuit het publiek. De meest ervaren kracht als het gaat om korfbaliek. Omdat het toch ook nog wat jaartjes bij Top en Fortuna rondliep. Al gaat Frenzy Kudaars natuurlijk ook al lang mee. Oei, Bets uitwegt. Ja, als zij nog eens gaat scoren, ziet het er weer een stuk beter uit voor Detos. Maar ze wordt weinig in stelling gebracht. Roekel dreigt met het schot, maar gaat natuurlijk gewoon naar de rebound. En dan Meerkerk. Meerkerk met de bewegingen tegenover de Vries. Die goed volgt. Begint nu de klok te dringen. Bouwadi uit de draai. Korf geraakt. Koen van Roekel. Hey, had de bal niet op zijn hand liggen. Al dus Buis. En dan kan Detos snel weer. Strafworp. Daar is ze dan, Zuidwecht. Te agressief nu. Janine van Schie voor dat fluitsignaal. Waarschuwing, ongetwijfeld de laatste. En Elburg van Elburg. Weer met de voorsprong voor Detos. Ja, toch Detos dat goed uit de kleedkamers komt. En DVO 5 minuten droog. Nou, Meerkerk komt hier een keertje vrij tegenover de Vries. Geforceerd schot, geen korf geraakt ook. Doet hij goed hoor, de Vries. Voorlopig gaat het een stuk beter met hem daar. Oh, Romy Teunissen. Romy Teunissen uit stand, ja. Belangrijk. Jitte Jansen grijpt naar de nek. Een klein beetje beklag bij Detos Snel. Dat daar nog de kans mag worden genomen door Romy Teunissen. Op zich kan ik me dat wel voorstellen. Ja, het is wel 15-15. Ik zag trouwens Brett Zuidweg die daar Jordan de Bovelaren weghield. Mooi onderrondje daar als u het mee zag, of meenam. Tussen Meerkerk en de Vries. De Vries, daar gaat hij weer. De Vries. Oeh, zag er goed uit. Tikje weer. IJsbeentje, denk ik. Dat is even stijf, dus dat zal even moeten worden losgemasseerd, denk ik. Bart van Lee overigens nu nog niet teruggewisseld, of toch wel? Jordi van Elburg vraagt eventjes. Oh nee, die vraagt meer van hoe moet ik gaan staan op die acties van Menno van der Neut. Moet ik linkervoet voor, rechtervoet voor? Ik weet niet of u het in beeld heeft. Nee, we focussen ons op de blessurebehandeling van de Vogelaren. Ik zag net even contact tussen Jordi van Elburg en zijn staf. De Vogelaren kan natuurlijk verder en krijgt nog een nieuwe schotklok ook. Waar de staf van DVO niet helemaal begrijpt. Koen Broekel krijgt plots die bal in zijn handen. Nu even over de dames, Van Schie. Ja, Van Schie, kijk, daar had ze haar grap. Je ziet ook daar de ontlading. Net als dit tegen en nu schiet ze naar binnen. Toch weer de voorsprong voor DVO. En als het dan inderdaad de hele tweede helft lang stuivertje wisselen wordt. Oh, wat wordt het dan een zenuwslopend gevecht. Daar is hij er goed langs. Jim de Vries. Doorpaas hoeft al niet eens meer. Er wordt een strafworp gegeven. Jim de Vries, de vakwissel, heeft voorlopig Detos Snel geen windeieren gelegd. Goed gezien dus door Gert-Jan Kraaienveld, de strateeg. Of is het een ingeving van Patrick Muurling, dat kan natuurlijk ook. Jimmy Vries, 16-16. Voorlopig komt de Vries in dat vak een stuk beter tot zijn recht. Koen van Roekel, tekort. Krooi voor Meerkerk. Teunissen heeft de bal. En dan nu Meerkerk. Heeft dat goed te maken.
bal gaat naar Boadi. Ho, Boadi zit. Die staat toch goed te schieten hoor. Derde goal al. 38%. Helemaal niets mis mee. En dan de andere kant. Krielaars en Zuidweg naast elkaar. Menne van der Neut. Dus daar net lang genoeg om Fres Krielaars daar de bal afhandig te maken. Althans, ze had hem nog niet. Daar zorgt er van der Neut voor. Wordt er weer gezocht naar Boadi. Boadi met de doorbraak. Boadi. Oh, Schneiden. Schneiden wordt gegeven. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat er een blessurebehandeling is, dus we kunnen het gelijk terugzien. Daar komt hij aan. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Dat het inderdaad Schneiden is. Goed gezien door Ronald Buijs. Zuur voor DVO. Want dat weer een gaatje van 2 betekent. Maar goede call. Daar gaat ze weer langs. Zuidwecht, dit is geen Schneiden. Ze maakt hem alleen niet. Nogmaals Zuidwecht. Tekort en de dip. Rebound. Zuidwecht. Begon toch best wel goed aan deze competitie. Maar nou, ik durf het eigenlijk niet eens te benoemen. Wie weet wat ze allemaal gaat uitspoken zometeen. Maar toch loopt het nog niet helemaal zoals ze zelf denk ik wenst de afgelopen paar wedstrijden. Meerkerk. Moeizaam, alsnog Meerkerk. Ja, Meerkerk, 18 tegen 16. Toch DVO nu weer dat een beetje loskomt. Met z'n vierde. Nou, kan die meer grip krijgen op de bewegingen van de Vries. Ja, die Vries die schiet die bal heel erg snel met de stad naar achter boven zijn hoofd weg. Dat is eigenlijk voor Meerkerk niet of nauwelijks te verdedigen. Het enige wat hij kan doen is die aanvoer storen en de poging zo moeizaam mogelijk maken. Zoals deze bijvoorbeeld. Kijk. Ja, niet verdedigd. Die hand moet hoger, maar Meerkerk zegt, ja sorry. Ik kom niet hoger. Zegt hij zelf ook. Ik ben er veel te klein voor. Ondertussen aan de andere kant. Houdt Van Aarde die bal binnen. Had daar ook een... De spel had hij gekregen, want ik zag Buijs al inademen voor zijn fluit. Oh, Van Schie, opnieuw Van Schie. 3 verschil. De eerste helft schoot ze niet lekker, maar nu toch wel. Goed losgekomen, Janine Van Schie. En opnieuw, Janine Van Schie. En DVO dat eerder dan in de eerste helft. De korf weet te vinden. Nou, dan kan het nu wel eens een... behoorlijke zegentocht gaan worden deze laatste 16 minuten. Als DVO dit rendement weet vol te houden, tenminste. Met Menne van der Neut bijvoorbeeld. Of wordt het weer Van Schie? Van Schie? Nee. Hey. Menne van der Neut. Mats van Gebert krijgt een vrije bal tegen. Hele belangrijke vrije bal dit. Wie gaat hem nemen? Menne van der Neut is een specialist. Maar Chris van Aarde is degene die het normaliter doet. Mats van Geemert moet hoger gestaan. Chris van Haren. De zaal sterft leeg en dan dit geluid. Dat is ook een mooi geluid, hè? Koen van de... Nee, Menno van der Neut krijgt hem mee. Weet je wel dat ook de juiste intensiteit nu in de duels weet te leggen? Wordt natuurlijk wel eens een keer teruggevoerd voor een strafworp. Maar het krijgt ook veel meer fluitjes mee. Juiste druk lijkt gevonden te zijn. Bijna. Het zit erin, hè? Het zit erin. Van Haren, daar staat nu wel goed opgesteld Koen van Roekel. Hele lange aanval dit. Een goal gaat de boel hier laten ontploffen, kan ik je garanderen. 6 seconden, wordt het dan Saskia van der Zee? Nee, Janine van Schie. Janine van Schie, ringloos er doorheen en ik voorspelde het al. 2016, Janine van Schie met de derde goal alweer deze tweede helft. Ringloos. Schrijf hem even op. Oeh, dat blikken konden doden daar. Brett Zuidwicht op Koen van Roekel. Hele vuile blik was dat. Schoenenwissel bij Chris van Haren. Zo, eventjes rust na deze storm.
nu het vak van Detels met twee keer sterke dames. Toch wel de sterkste dames van Detels als je het mij vraagt. Ongetwijfeld in een aanvallende rol. Voor mij lacht Richard van Vloten een beetje op opmerking van Buis. Of hij een beetje op wil schieten met zijn veters. Misschien moeten we daar zo meteen nog maar even naar vragen. Wat hij nou te horen kreeg daar. Chris van Haren van Ronald Buis. Misschien dat Richard van Vloten het ook wel kan vertellen. Krillaars. Door het kwartiertje. Krillaars aan de achterkant. Makkelijke vangbal voor Jordi van Elburg. Daar gaan ze er langs. Oh, op de postzegel werkelijk. Geen strafworp gezien. Weer. Het is nu echt vol op de doorbraak bij Zuidrecht. Toch het schot. Elburg. Van Elburg. Nee, rebound. Nenner van der Neut. Lichte vertwijfeling nu bij Gertjan Kraaienveld. Krap naar zijn achterhoofd. Wat voor de troef heeft hij nog meer? Er is een kaartspel zitten. Een goede rebound. Romy Teunissen. Bouadi. Meerkerk. Een beetje pivoteren. En dan niet raak schieten. Wow, Meerkerk. Oh, Meerkerk. Oh, jongen. Loop jezelf niet voorbij. Hij krabbelt gelijk op. Ik ben heel erg benieuwd of we die op camera hebben. Geen zetje pijn, maar er gingen wel meer mensen daar onderuit. Nee, helaas. Buiten het bereik. Zonde. Heeft het niet gezien, denk ik. Maar hij klapte echt verticaal over de boarding heen. Ik heb het niet kunnen zien, maar u misschien wel. Je zag hem eerst rechtuit en toen met zijn voeten recht omhoog. Zo ging hij eroverheen. Kolderik gezegd, maar hij kan verder. Krillaars, juist. Dat heeft Detels snel nodig. Weer eens een keer een goal. Maar goed, DVO heeft een luxe positie. Hoeft alleen maar mee te scoren. Meerkerk, net lag hij nog ondersteboven achter de boarding. En nu schiet hij er binnen. Jongen, wat een fenomeen is deze man toch ook. Hij ging echt gestrekt. Nu moet hem op het bord geloven. Gentje Meerkerk, de 21. De Vogelaren, moeizaam. Geen korf. Dan gaat hij weer, De Vries. Dat handje laat Gert-Jan Meerkerk nu maar achterwege. Heeft zelfs tijd om nog eventjes met de bank wat te ginnegappen. Ja, dat is een overduidelijke strafworp natuurlijk. Goed gedaan. Van de dame wiens naam ik met telkens ontschiet. Maar het Nieuwland. Zo is ze. En het is De Vries met 21-17. 21-18 natuurlijk, excuus. Maar zoals ik al zei, DVO moet mee zien te scoren. En dan gaat het echt een hele belangrijke overwinning boeken. Van Schie. Oeh, dat scheelt echt heel weinig. Mats van Geemert, precies op de goede moment op de goede plek. Of lukt het? Deed toch snel toch om zich weer terug in de wedstrijd te knokken. Zoals ze dat al zo vaak hebben gedaan de afgelopen speelrondes. Weliswaar zonder resultaat. Daar is hij wel goed bij hoor. Meerkerk. Moet DVO wel een beetje haast maken met het uitspelen. Menno van der Neut. Kan de bal niet naar de aangeef kwijt. Maar DVO heeft natuurlijk tijd zat nu. Van Schie op de achterkant, nieuwe schotklok. Geduldig aanvallen is waarschijnlijk wat Richard van Vloten aangeeft. Van der Neut, veel te hard. Van Schie, nee. En Van Elburg, deze had ze misschien even moeten vasthouden, Van Schie. Oudman. Opnieuw, Oudman. Jim in de Vries, hij moet het toch echt gaan doen hoor. Met een heel bijzonder schot. Toch een aapje van Koen Verroekel daar. Dus de bal is voor Detels. Daar gaat hij weer, De Vries. Nee, toch niet. Heeft nog een extra versnelletje gevonden, Meerkerk. Oudman.
Daar gaat ze. Oudman, nee. Oei, Romy Teunsen, als ze de goede kant op draait, heeft ze hem. Jumpshotje, De Vries. Ook niet. Ja, het is ook een klein beetje nu hoge risico's nemen voor hoog rendement nu bij Detels. Ze kunnen zich niet voorlopen om eens een keertje een bal uit te stellen, want ze komen simpelweg tijdtekort. Vandaar dat De Vries daar die bal toch neemt. In de rug van Mats van Gemert. Weer een belangrijke vrije bal nu bij Chris van Haren. Dan zal het weer heel stil worden in de zaal. Behalve dan die toeter. Maar hij maakt hem gewoon, Chris van Haren. Ontlading. Richard van Vloten ook erg tevreden. 22 tegen 18. Tot 11 minuten lukt het DVO om deze zegen over de streep te trekken. Krielaars met haar ervaring. Op haar kun je bouwen. Als ze in ieder geval op het scoreformulier Zuidweg toch niet echt haar kwaliteit laat zien. Dan doet Krielaars het. Ze hijgen nog steeds wel een klein beetje in de Bennekelse nek, Detels. Ze blijven erin geloven. Met de moed en wanhoop. Daar is ze weer. Krielaars. Oeh, Krielaars. Dat is wel heel belangrijk hoor. Kijk dan. Frenzy Krielaars. Schiet er zo twee achter elkaar in. Devio. Wegstapballetje. Moeizaam. Ai, 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 ai. Op de hand getikt door Jordi van Elburg. Bijna daar Frenzy Krielaars gefopt. Oeh, daar had hij de langste kunt met een grote stap. Menno van der Neut. Toch weer drie verschil. DVO blijft net een gaatje houden. Daar gaat ook Jim en De Vries. Met waarschijnlijk de snelste strafworp ooit gegeven. Jim en De Vries ook raak. We zijn nog niet klaar hier. Veel goals nu en de klok nog altijd boven de 10 minuten. Meerkerk. Nee, Koen Verhoekel kan hem pakken. Overigens, deed al snel dat vaak slotfase speelt. Oh, Koen Verhoekel, kijk toch eens. Ook die korte kans maakt hij al. Wat ik wilde vertellen, Detels snel speelt heel veel spannende slotfases. Althans, daar lijkt het naartoe te gaan. En dan toch lijkt het net niet te lukken voor de Dordtenaren. Veel al voorgekomen. Is dat dan een conditionele kwestie? Is dat een mentale uitputting? Lastig om je vinger op te leggen. Op wilskracht daar, Jordi van Elburg. Maar dat is dus wel een gegeven. Het zou kunnen dat ze daar vandaag mee af gaan rekenen natuurlijk. Krielaars. Nee. Nou, die kan DVO in de zak steken. Aanvallen waarin Detel snel door de schotklok gaat, die zijn goud waard. Langs. Daar komt hij weer, Koen Verhoekel. Daar komt hij weer. Nee, en dat is natuurlijk niet te doen. Wel een goede doorbraak. Koen Verhoekel, hij kan ze niet allemaal maken. Maar als hij deze had gemaakt, dan was opnieuw het dak eraf gegaan. Krielaars. Opnieuw Krielaars. Jongen. Die houdt DVO, of Detel snel nog even achter de hand hoor. Vierde goal volgens mij alweer, naar rust van Frenzy Krielaars. Vijf in totaal. En ze hangen eraan en ze hebben nu weer Jim en De Vries in aanval. Van de Neut, nee. Chris van Haren, kan die hebben. Gaat er een naar de grond, zonder dat daar enig strafbaar feit aan vooraf ging. Dit is wel een strafbaar feit, ik heb niet gezien waar die voor fluit.
maar er wordt voorgefloten. Chris van Aarde weer, de vrije bal. Opvallend, nu DVO veel van dit soort kansen. De eerste helft was het Detels wat vaak van 2,5 mocht aanleggen. Hij maakt hem niet dit keer en Frenzy Kulaars. Daar gaat hij, Jim en de Vries. Lopen. De assistent zegt van niet, maar Buis zegt van wel. Ik denk dat het wel degelijk het geval was. Blessurebehandeling bij Saskia van der Zee. Overigens lijkt daar de grens een stokje te steken voor Menne van der Neut die eventjes gecoacht wil worden. Ik denk dat het inderdaad net een pasje te veel was, omdat het standbeen van Jim en de Vries voordat hij de bal losliet toch een 35 centimeter verschoof. Overigens Roos Scherrenburg natuurlijk ook weer langs de zijlijn mocht ze invallen. Mocht ze nodig zijn voor Saskia van der Zee. Kunnen we even een adem happen. Saskia van der Zee opgelapt. Halve hartverzakking. Nou, we kunnen weer. Nu even de dames. Van der Zee. Nee. Goed gedaan. Chris van Haren. Pakt veel rebound hoor. Gaat het allemaal even soepel. Ah, heeft ze wel. Menno van der Neut. Daar gaat hij weer. Dat. Mats van Geemert kegelt Frenzy Kulaars omver. Jim en de Vries, Gert-Jan Meerkerk. Nu moet hij er inderdaad vanaf blijven, Meerkerk. Doet hij goed. Oeh, dubbeltje op zijn kant die bal. Maar geen tijd om uit te tellen, want daar gaat hij weer. De Vries, achterkant. De Vogelaren op de Vries. De Vries voor de aansluiting. De Vries tekort. De Vogelaren vallend. Krijgt hij de bal nog en dat is verdedigd. De bal draait eruit, maar het is verdedigd. De grens heeft het gezien. Ik denk dat het correct is. Joran de Vogelaren vindt er het fijne van. Roos Scherrenburg nu toch in het veld voor Saskia van der Zee. Met haar lengte kan zij DVO aan nog langere aanvallen helpen. Maar voorlopig is het toch Menno van der Neut. Menno van der Neut denkt daar de bal uit terug te kunnen plikken. Maar daar denkt Jordi van Elburg het zijn ervan. En hij heeft de bal. Inmiddels heeft hier de Vogelaren de bal. De Vries. Mag schieten, mag maken. Aansluitingstreffer, Jim in de Vries. Met zijn negende. Daar zitten ook een aantal stippen bij. Maar hij is toch weer degene die deed al snel heel veel geluk bezorgd. En DVO heeft echt een goal nodig weer. Van der Neut. Ja, nee, knalt er ook uit. En nu. Detels op naar naar de gelijkmaker. De aansluitstrap hebben ze net al gemaakt. Nu de gelijkmaker er nog in. Wie gaat het doen? Weer de Vries? Nee. Die heer daar zo om dieper te kunnen staan. De Vogelaren, dan het tolletje. En dan weer de Vries. Niet verdedigd. De Vries voor de korf natuurlijk. Schotklok is genoteerd. En dan is het weer op zoek naar de Vries. Maureen Oudman... kan gerust een bammetje gaan eten. Oh, de Vries! Ongelooflijk! Wat een goal op zo'n moment in de wedstrijd. Ja, hij wint er de wedstrijd niet mee. Maar jongen. Jim in de Vries. En het is weer helemaal een wedstrijd. Wat kan DVO nog? Vier stonden ze ervoor. Maar het is de veerkracht van Detelsnel. En het is vooral een geniale Jim in de Vries. Zijlijntje. 8 seconden nog. Goed afgepaast. Nou dan. Van heel ver. Meerkerk. Nee.
Wel weer de rebound. Er is niks aan de hand. De Vogelaren. De laatste 5 minuten zijn ingegaan. En er staat 24-24. De Vogelaren heeft hem. Deed te snel. Kom de voorsprong pakken. Jordi van Elburg. Tijdens het rebounden. Weet het publiek op te jutten. Zuidweg, schot. Zuidweg nu in de aangeef. Beide ploegen hebben een voorsprong gehad, maar niet weten vast te houden. Wie is nu in de slotfase het meest toetastend? Zuidweg. Ja, het is Zuidweg. Toch Zuidweg. 24-25. Is het dan toch Detel snel, wat net als in de hoofdklassefinale uiteindelijk de zielsgelukkige is. 24-25. Gert-Jan Meerkerk. Daar gaat hij. Achter de korf, Meerkerk. Koen Verhoekel heeft de rebound. Opeens toch weer een schot. Want Devio is verloren. Meerkerk ontneemt bij de woorden. Want het is 25-25. Robben de Wit. Nu weer in de aanval. Merre van der Neut lijkt zijn kruid te hebben verschoten. 25. In de lijn nummer 8. Robben de Wit. En dan, wie gaat er rebounden, wie gaat schieten? Ik denk Robben de Wit voor de rebound. 25-25. Ook nu Jim in de Vries. Zijn kuiten moet even worden gemasseerd. Ik wil toch graag nog wel een keertje de goal van Jim de Vries zien als het kan. Gooi hem er nog maar een keer in, gewoon omdat het kan. Kijk. Oh, fantastisch. Drie minuut 44. Textueel wonderschone spreekwoorden nu vanuit het Dordtse vak. De Vries, veel te hard. Makkelijke rebound. En we gaan het aan de andere kant proberen. Of wordt het toch weer voor de korf? Toch een touch daar, volgens mij, van Meerkerk. Ja, die blaast even uit. De Vries. Jongen, die jongen is scherp. Omdat hij veel kan herhalen op Vogelaren. De Vogelaren. Toch weer de voorsprong voor Detel snel. Robben de Wit in het voorveld. De Wit met zijn eerste. 26-26. 107 om 107 kansen. 59 om 68% rebound. En het scorepercentage, u kunt het al raden, is identiek. 24%. Aanvalspercentage bedoel ik daarmee. Ploegen ontlopen elkaar op dit moment helemaal niets. Maar wie heeft de juiste mindset? Wie heeft de klasse? Je zou denken, Brett Zuidweg. Wordt er geclaimd dat er voetbal is gemaakt. Huis wil er niet aan. Meerkerk. Dat vond Richard van Vloten geen gelukkige keuze, die bal van Meerkerk. Goeie doorbraak. Er wordt weer heel veel misbaar gemaakt door Gert-Jan Meerkerk. Die gaat echt helemaal uit zijn plaat. Ja, dat gaat hij. Zo simpel is het. Dat is wel een hele goede doorbraak van Frenzy Quilaars. Maar Deter Snel krijgt geen straf voor. We hebben geen tijd om er al bij stil te staan. Want aan de andere kant, Gert-Jan Meerkerk. Nou, eens kijken of Gert-Jan Kraaijveld zich kan beheersen. Gelijk een vrije bal gezien. Gelijk een vrije bal gezien tegen Chris van Haren. Gert-Jan Kraaijveld moet uitkijken. Hij heeft al een gele kaart gepakt dit seizoen volgens mij. Dus daar komt Buizel aan.
Denk nou na, ja precies. Ik hoor het door mijn koptelefoon heen. Denk alsjeblieft na, want je mist zo de volgende wedstrijd. Te vroeg inlopen van Schie. Wat een vrije bal is dit voor Krielaars. Niet op tijd, net niet te vroeg weg wil ik zeggen. 27-26. DVO, 2 minuten te gaan. DVO. Op zoek naar die ene rebound, of die ene goal. Eigenlijk op zoek naar die ene goal, maar desnoods die ene rebound. Die bal moet je niet meegeven, dame op dame. Veel te riskant. Meerkerk, nee. Oh, Koeverroekel komt daar net. Handelingssnelheid tekort. Detel snel, kan weer voor de gelijkmaker. Zuidrecht. Nee, er zat een handje tussen van Schie toen ze die bal kreeg. Van Schie. Goeie uitwijker, Zuidweg. Nee, Robben de Wit torent daar boven iedereen uit, zoals Ruben Wieser had gewild. Maar de bal nog altijd voor Detel Snel. Laatste minuut, gaat zo meteen lopen. De hal houdt de adem in. Het is werkelijk bloedje spannend, weer een goede doorbraak. Zuidweg, ze maakt hem, weer Zuidweg. Toch de klasse van Zuidweg. Maar DVO heeft de bal. Bart van Lee komt erin om Robben de Wit te verdedigen. Een puntendeling zou toch eigenlijk het allermooiste resultaat zijn na deze wedstrijd. Beide een puntje uitlopen op KCC. Al weet ik niet hoe zij ervoor staan. Of is het Robben de Wit? Robben de Wit komt in het veld, schiet geen deuk in het pakje boter in de eerste helft. Maar komt in het veld en schiet gewoon 2-2. En dan is het Richard van Vloten met een ongelofelijke ingeving. Want hij haalt Menno van der Neut naar de kant voor de man die echt als een vaatdoek stond te schieten. Rebound Koen van Roekel. Trap tegen de paal van Jordan de Vogelaren. Normaliter een gele kaart. Rustig aan opbrengen. DVO heeft 25 seconden. En er is nog 25 seconden te gaan. Dus ze kunnen het uitspelen, maar ze moeten wel die bal laten gaan. En dan boeken zij hier een ongelofelijke overwinning. Is het verdiend? Ja. Ze maken de winnende, dus dan is het verdiend, zou je zeggen. 7 seconden, 6 seconden. De laatste is voor Saskia van der Zee. De rebound is voor Chris van Haren en ze winnen hem. DVO Kouter wint met een ongelofelijke apotheose. En een werkelijk, ja, er zijn eigenlijk geen woorden voor het waanzinnige invalbeurt van Robben de Wit. Hij krijgt de felicitaties van Jordi van Elburg. Jordan de Vogelaar zit in een kromp op de speelvloer. Ik denk dat hij eventjes, dat zijn emoties hem even de baas zijn. Koen van Roekel gaat hem overeind helpen, denk ik. Nee, hij laat hem eventjes voor wat is. Lijkt me goed. Het is trouwens niet Jordan de Vogelaar, het is Jim in de Vries. Excuus. Tatoeages gedaan, maar het is Jim in de Vries. Waarschijnlijk de beste vandaag, Jim in de Vries. Hij was ongenaakbaar. Maar uiteindelijk toch DVO Accountor. En Gert-Jan Kruijveld loopt met het gezicht van een oorworm rond. En we gaan hem niet meer spreken, denk ik. Maar ik ben wel zeer benieuwd naar zijn reactie. Dus we gaan zo snel mogelijk naar de nabeschouwing. Want ze staat te kopen in de man, dus ze kunnen niet wachten. En ik geef ze nog. Ik zit even te kijken of ze klaar zijn. Alleen de gezellige mensen, opletten! Ondertussen probeer ik nog even het feestendruis een beetje te beschrijven. Daar gaat Robben de Wit voorop. Even het contact herstellen met de presentators. Ik denk dat ze gewoon moeten aftellen. Ja, doe maar, hup erin. Goed, ik sluit het af. We gaan naar de voorbeschouwing zo. We gaan naar de nabeschouwing met Jan-Anne van Ginkel en Ruben Wieser. Zijn we live? Ik heb geen beeld. Zijn we live? Oké, helemaal goed. Ja, sorry jongens, dit hoort er allemaal bij. Zo'n avond, Ruben.
dat is fantastisch. Jongen, wat een lekker potje. Ja. Het is een bizarre tweede helft, hè? DVO die begint. De eerste helft ook trouwens. Ja, de eerste helft raar. Bizarre wedstrijd. Begint tweede helft. Gaat hartstikke goed. DVO bovenaan. Denk je, nou, dat wordt misschien wel 6 verschil. En dan Detos met 2 dames voorin. En daar hebben we het gewoon super moeilijk mee. Ja. En dan zien ze langzaam terugkomen. En dan, ja, klasse jongens. Eigenlijk in het begin van de eerste helft gelijk 14-14. Detos komt gelijk terug. Zet het gelijk weer op scherp. Ja, we gooiden een aanval of 6 weg, denk ik. Met slechte schoten en niet goed. Ja. En Detos wel. Ja, het is toch jammer, want dan moet je gelijk wachten de feiten aan natuurlijk. We zien het teleurgestelde Jim in de Vries achter ons langslopen. Want ja, die maakt het wel even spannend. Die gooit er 11-12 in vanavond. Ja, vooraf hoorden we Gert-Jan Kraaienveld zeggen dat hij niet graag tegen Gert-Jan Meerkerk stond. Nou, uiteindelijk wisselde hij hem daar zelf naartoe. Ik moet zeggen, verdedigend had Gert-Jan daar niet zoveel last van, want die kon wel lekker vrijkomen. Maar zelf deed hij natuurlijk hartstikke goed. Veel goede schoten, veel dreiging naar binnen toe. Ja. Volgens mij 4 stippen in de tweede helft, denk ik, voor hem alleen al. Ja. Ja. Ja, en eigenlijk was het na die 14-14 even het verhaal van Genie van Schie. De eerste helft hadden we een paar keer in beeld met schoten die te vroeg kwamen. Ja. En zij maakt 3 fantastische goals. We hebben ze ook. Het waren echt een aantal, ik weet niet of we ze in beeld kunnen brengen, maar we hadden echt een aantal geweldige afstandsschoten. Ja, die mooi op tijd. En Daniel Ouadi, die schoot op dat moment volgens mij ook graag. We maalden toen nog even 4-5 daar. Oh ja, en Robbie Teunissen, dame op de grond. Ja. Even kijken, hoe gaat het met je mooi? Ik schiem er gewoon in. Ja, lekker, dat heb je nodig op zulke avonden. Ja. En daarna is het dus inderdaad Jim in de Vries die de wedstrijd en die twee dames lijken de wedstrijd in het voordeel van toch weer te trekken. Kijk eens aan. Gefeliciteerd jongen. Dankjewel. Kom maar even tussen je twee jeugdtrainers in staan. Ja, we hadden het voor de wedstrijd over je dat je toen de tijd nog niet boven het tafeltje uitkwam, maar dat is wel veranderd. Nou, ik denk het niet, nee. Maar dat is zeker veranderd, ja. Klein mannetje. Je bent iets gegroeid, ja. Hey, vertel eens joh, wat was dit voor een wedstrijd om mee te maken? Emotioneel denk ik. Het was een harde wedstrijd. Het ging op en neer op het eind. Zij voor, wij voor. Het Unibetje zag ik niet gelegd op deze wedstrijd. Maar ik ben heel blij dat hij onze kans is gevallen. Ja, ik vind het extreem knap van Robben. Wordt natuurlijk eruit gehaald en hij komt erin en knalt gelijk 2 raken. Hij heeft volgens mij 2 op tegenschoten die erin kwam. En dat is, ja, vind ik ontzettend knap als je zo in kan vallen. Lekker. Had je het idee dat je controle had in de tweede helft? Controle. Je komt met rust. Nee. Voor rust kom je weer terug. Hier een mooie goal van jou. En heel erg sorry dat je zomaar deze ontlading, hè? Ja, lekker. Voor het publiek. Ja. En voor rust kom je natuurlijk terug naar een achterstand van 6 doelpunten volgens mij. Dan begint het moeilijk in de tweede helft, maar daarna pak je het op, komen we voor. En heb je dan het idee van, nou, we kunnen het wel eens in de pocket hebben al? Ja, op een gegeven moment 4 verschil volgens mij tweede helft. Dan denk je, ja, zit er verdomd bij. En volgens mij heb ik zelf nog asfaltballetje van Gert op de 4 verschil, of misschien was het zelfs 5, 6, ik weet niet wat het was. Was een belangrijke, na de schoten Frenzy's er wel achter elkaar in. Ja, natuurlijk denk je op een gegeven moment dat je moet uitbreiden, maar ik had niet gevoeld dat we met de pocket hadden, zeker niet, nee. Ja, Frenzy die begon inderdaad te draaien. Daar gingen we dan even achter, denk ik, op de heren, om te zorgen dat de dames zich makkelijk konden instellen. Nee? Ik heb echt geen flauw idee. Geen idee. Maar bij jullie? Je moet hem nog even terugkijken. Ja, ik heb er echt, je beleefde de wedstrijd natuurlijk heel anders vanaf in het veld. En of zij achterverdicht hebben in het andere vak, ja, aan het begin zeker. Maar op het eind, op Frenzy, ik heb geen flauw idee, ik ben helemaal niet mee bezig. Als die bal er maar niet in viel en wij hem hadden. Dat is het enige wat ik aan de dag. Lekker hoor, heerlijk. Hey, het is mooi om je zo ook als aanvoerder te zien, een stapje in de hiërarchie gemaakt. We hadden het voor de wedstrijd wel ook over jouw rol. Hè. Je bent nu wat meer de rebounder echt naar Gert-Jan. Begin van het seizoen wat moeilijker met je korte kansen vandaag. En vorige week zit het wel weer lekker erin. Voel je er ook lekkerder zelf? Ja. Natuurlijk als ze vallen, ze vallen de afgelopen wedstrijden, vallen ze goed. Dan kom je natuurlijk alweer een beetje in de flow. En ik eerst geloof gelijk tegen... Na blauw-wit viel het een beetje weg, mijn balletjes, hier maakte ik niet af. En natuurlijk kan je er al een beetje over nadenken. En heb ik goed over nagedacht, ook met Dirk Meijer vanuit DVO Selectie, sportpsycholoog. Gaaf, dus dat is ook iets echt wat jou helpt als topsporter? Ja, ik ben heel blij met dat DVO dat doet. Die hebben aan het begin van het jaar, iemand die heeft ons al heel lang gevolgd. En zei, als je het wil, kan je het hebben. En ik denk, het heeft me zeker denk ik, geholpen. Het is gewoon fijn om iemand die er echt heel veel verstand van heeft. Ik denk dat iemand, ja, laat ik daar benieuwd. Maar, mijn moeder heb ik het ook wel eens over, maar fijn om met een sportpsycholoog, die heeft natuurlijk veel meer verstand van. En ik denk dat het goed geholpen heeft. Ik zit er nou lekker in, ik maak mijn balletjes af en de ontlading is dan daar. Hou dat vast man, en de volgende week KCC, gelijk weer een topper programma, maar eerst vanavond even lekker genieten van dit geweldig resultaat. Ja, ik denk dat we wel sapjes naar binnen gaan. Onder controle houden en we hebben kan roken. Dus, dat mag hoor. Welk nummer ga je zingen?
zien we straks wel, dat weet ik nog niet. Ja, nou ja, nee, ja, maar die gaan we niet zingen, nee. Ik denk dat je Queen in gedachten hebt, of niet? Ja, bijvoorbeeld. Dat gaan we niet doen. Nee, we staan nog steeds, nou in ieder geval niet meer onderaan, maar ja, lekker man. Hey, bedankt jongen. En jou, wil jij nog wat gaan, sorry? Nee jongen, nee, dacht, geniet hiervan, want dit zijn echt lekkere wedstrijden. En als je wint natuurlijk helemaal. Dus lekker genieten en volgende week nog een keertje dan. Ja, bedankt mannen. Jij ook jongen. Ja, mooi om te zien. Rill heel bedeesd wel, maar ook behoorlijk uitgeleefd. Ja, hij zegt emotioneel, hè? dus daar komt het op je af. Jimin, welkom. Fijn dat je ook even wil aansluiten naar zo'n voor jullie zeer negatieve apotheose natuurlijk op het eind van de wedstrijd. Ja, dat klopt helemaal. Er is weinig aan toe te voegen. Hey, wat is dit voor een wedstrijd geweest? Eentje die echt om de knikkers gaat, eentje waar wij ook echt naartoe leven. Je weet dat er een aantal wedstrijden zijn in deze competitie waar je het echt moet laten zien. Dit is er één van, KC is er één van, maar helaas. Het was best wel een bizarre wedstrijd. Hè? Je hebt zelf een groot belangrijk aandeel in de tweede helft, waarin het lijkt alsof jullie... Nou, eerste helft was bizar, voorsprong die jullie pakten, jullie waren de baas. Tweede helft lijkt DVO de baas. En dan onder aanvoering onder andere van jou, lijken jullie toch op een gegeven moment aan het langste eind te gaan trekken? Ja, klopt. We beginnen heel goed. Waarin je ziet dat we dynamisch spelen, ondanks dat ze achterverdedigen. Dan lossen we dat op die manier op en schieten we een hoog percentage, denk ik. Tweede deel van de eerste helft vallen we wat terug. En dan komen ze goed terug op de kwaliteiten die ze hebben. Specifieke kwaliteiten die ze hebben, denk ik. En de tweede helft, dan zie je dat wij ook kunnen schakelen naar die specifieke kwaliteiten. Waarin we nog terugkomen in de wedstrijd. Maar als ik denk, ik weet niet, moeten jullie mij even daarin helpen. Maar als ik vanuit het veld kijk, dan denk ik dat een gelijkspel terecht was geweest. Ik heb hier nog een paar goals van jou, Jimin. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat was ook hetgeen wat ik logde nog even in met de oren om het commentaar van Tim te horen. Die gaf inderdaad aan van dat er een gelijkspel waarschijnlijk wel in lijn met deze wedstrijd was. En ja, goed, voor DVO is het natuurlijk super gelukkig dat hij er alsnog valt. Zeker. Ja, weet je, hij had ook onze kant op kunnen vallen. Nu valt hij hun kant op. Dat is gewoon echt heel zuur, maar het is even niet anders. Ik heb hier nog wel een paar goals van jou, Jimin. Ja, ik weet niet. Je wil ze nog niet zien, nee. Ja, het maakt me echt helemaal niks uit. Dan maak je er 30. Ja. Als we niet winnen, dan boeit het me echt niet. Ik had er liever één gemaakt en die laatste gemaakt. En dan dat snap ik helemaal. Ik kan me helemaal voorstellen met wat voor groei je staat. Volgende week. Ik denk dat jij wat blijer bent dan ik. Ja, tuurlijk. Ja, maar ik kan me wel in jou inleven dat jij hier graag anders had gestaan. Nee, maar volgende week heb je thuis tegen KZ of uit? Zeker. Na KZ? Thuis, ja. Ja, dat is een wedstrijd als we echt... Ja, we zijn op dit moment niet echt dat je zegt in vorm of zo. Maar als je daar allemaal een beetje boven jezelf uitstijgt en ze hebben een mindere dag, ja, dan weet je het nooit. Maar ja, het zijn niet de wedstrijden waar we misschien echt punten moeten halen. We hebben daar uit hebben we echt dik verloren. Dus ik moet ook niet een te grote mond hebben op dit moment. Maar we hebben kwaliteiten en dat hebben we echt vaak genoeg laten zien. Maar in zo'n wedstrijd moet het eruit komen en dat komt er op dit moment gewoon niet uit. En ja, we kunnen het weer gooien op dat we jong zijn en dat we onervaren zijn en dat is allemaal leuk en aardig. Maar op een gegeven moment moeten we er wel gewoon staan en dat stonden we vandaag op het laatste moment gewoon niet. Nee, dat is jullie hebben inderdaad, als je naar de uitslagen kijkt, echt vergeleken met DVO van tevoren. Hadden we het ook met onder andere jouw coach Gert-Jan ook over dat de verschillen heel klein zouden zijn. Hij gaf wel aan dat jullie, zoals de opleiding aan het begin van de wedstrijd stond, dat was zoals jullie wilden uitkomen. Dus jij eigenlijk expliciet juist niet tegen Gert-Jan? Ja, dat klopt. Met de reach van Jordi wilden we daar wat anders mee doen. Uiteindelijk heb ik zelf aangegeven van, joh, geef mij Gert-Jan maar. Want dat werkte op dat moment even niet meer. Hij kon de een naar de andere bal naar binnen lopen. En ik ben net iets sneller en ik kan denk ik mentaal ook wel wat bespelen. Dat zag je ook in de eerste deel van de tweede helft. Dat hij wat airballen... Wat zeg je dan tegen hem of zo? Ja, op een gegeven moment liet ik hem gewoon vrij. En dan schiet hij wat airballen. En dan uiteindelijk pakt hij het goed op en schiet hij alsnog de belangrijke ballen erin. Dus, maar daar is hij spits voor en daar is hij gewoon heel goed in. Dus dat is zijn kwaliteit. Alleen we laten denk ik te veel door buiten Gert-Jan en aan de andere kant dan misschien Menno. Daar laten we gewoon te veel goals door. En die nekt ons uiteindelijk. Dat Gert-Jan de 8 of 9 maakt, daar teken je voor. Dus dat weet je van tevoren. Maar ja, als de rest er ook 2 of 3 gaat maken, dan wordt het een heel lastig verhaal. En dat zie je aan het einde van de rit. Hey, hartstikke bedankt dat jij ons na deze wedstrijd ondanks de teleurstelling even te woord wilde staan, man. En succes in de rest van de competitie. Ja, helder verhaal, toch? Zwaar teleurgesteld natuurlijk, begrijp ik wel. En hij zei, ja, gelijk spel, dat zou terecht zijn. Ja, maar zo werkt het nou helemaal niet. Nee. En om de beurt hebben we wat ploegen nog een aanval en die kunnen de bal erin schieten. Ja. Kijk, daar hebben we hem. Hey, kijk, de matchwinner. Robben, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Mooi goal. Ja, dat mocht ook wel. Hè. In het begin was het dramatisch, om het maar zo te zeggen. Dus het is mooi dat ik me zo een beetje kan aanpakken na bij een hele wedstrijd aan de kant hebben gestaan. Maar maakte eigenlijk de grap, hè? Ja, Ruben, jij zei van als Menno erin kan komen en hier hebben we hem denk ik, of niet? Ja, dat was zijn eerste moves, maar. Ja, dat is gelijk nadat je erin komt. Ja. Menno kwam erin, die schoot gelijk zijn eerste schot raak. Ja, jij komt erin. Ik zou als coach denk ik jullie steeds eruit halen om ze de beurt weer erin zetten als die eerste steeds bij vallen.
Ja, als het zo makkelijk zou gaan, dan... Nee, het liefst wil je natuurlijk gewoon de hele wedstrijd in het spel staan. Maar het is mooi, ja, we hebben een brede selectie. En je ziet het, Menno die doet het gewoon de afgelopen week ook kei goed. Dus die is ook heel belangrijk voor ons geweest. En je ziet het, hij valt goed in weer vandaag. Dus ja. Dat is belangrijk. Nou ja, ik zag ook verdedigend, toen jij weer terug erin kwam. Vak was heel erg op de dames aan het spelen en heel moeilijk. En als dan Frans die 6 keer kan schieten, ja, dan gaat er uiteindelijk eentje in. Ik denk, daar was ook wel belangrijk dat jij daar terugkwam, of niet? Ja, ik ben natuurlijk nog iets langer dan Menno. Het scheelt niet heel veel, maar ja. Robby, hier zien we nog je winnende goal trouwens even. Bam. Sorry, ja, maar dan moest ik even voor. Nee, ja, het is natuurlijk belangrijk om die ballen snel te pakken. Want ze speelden voornamelijk vooral op die dames. En vooral in de laatste. We laten ze dan toch nog best wel terugkomen. Want op een gegeven moment staan we er volgens mij 20, 24 voor of zo. Ja. En ja, op het laatst zie je dat we ook wel gewoon in die flow weer komen. Dus dan zou die bal, elke bal zou erin kunnen gaan. Dus dan is het gewoon belangrijk om die aanval zo snel mogelijk te stoppen en die bal te pakken. Dus dat vind ik lekker. Hey, wat doet dit met jullie als ploeg? Dat is een lekkere ontlading, denk ik, of niet? Ja, dit is geweldig, joh. Zeker nou, we stonden natuurlijk met KC en Deetz onderaan met 2 punten. Maar je hebt nou, tegen KCC begin je slecht, de eerste wedstrijd. En nou pak je tegen Deetz gewoon mooie punten. Volgende week tegen KC, ja, dat geeft gewoon ontzettend veel vertrouwen, joh. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Wordt het weer zo'n potje? Weer zo spannend? Ja, ik hoop het niet. Ik hoop dat we natuurlijk dikker gaan winnen. Maar dit doet in ieder geval veel met zelfvertrouwen. En we zijn gewoon de laatste tijd goed bezig. Spelen lekker, verdedigend. Gaat het steeds beter onder controle. Dat is vooral echt het aandachtspuntje bij ons. Aanvallend en ons percentage, dat is allemaal prima in orde. Daar hoeven we niet ons zorgen over te maken. Maar ja, we gaan ze door en dan komen we punten aan. Hey, mooi om te zien, man, dat je op deze manier kan invallen. Ondanks dat inderdaad na een teleurstellende eerste helft, maar dat je zo de matchwinner kan worden. Dat maakt een hoop goed, denk ik. Ja, tuurlijk. De punten zijn belangrijk. En of ik er nou 8 maak of die laatste erin vind, dan heb ik liever dat ik eentje maak. Of 2 vandaag. Maar ja, die punten zijn het belangrijkste vandaag. Dat vonden een hoop mensen in al. Dankjewel. Hey, succes van de week, hè? Ja, thanks. Ja, Jim is hetzelfde, inderdaad. Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is natuurlijk getuigd ook wel van dat je je eigen... Kijk, hey, binnen de coach. Gefeliciteerd, Richard. Ja. Hoe is het? Ja, lekker. Ja. Binnen is ook wel eens leuk. Ja, doen we te weinig. Ja. Wat een ontlading aan het eind, hè? Ja, joh, van het trillen, joh. Ik had op een gegeven moment wel het idee van, nou, nu hebben we hem echt binnen. Maar ja, dan komen ze nog een keer. En dan eigenlijk, ja, we nemen natuurlijk een enorme gok om Robben terug te brengen. Maar we moesten wel, want ja, weet je, op dat moment, denk ik, als zij hem binnengooien, dan is het klaar. Dus we moeten die wedstrijd beslissen. Gelijk spel heb je geen reet aan, dan maar alle risico. En lekker, pak goed uit, schiet gelijk de eerste bal erin. Maar weet je, dat is voor de jongen lekker. Weet je, hij gaat eraf, speelde niet goed, zat niet lekker in de wedstrijd. En dan twijfel je om hem terug te brengen, want Menno deed op dat moment goed. En verdedigend kwamen we niet onder druk omdat Menno daar stond. Menno is natuurlijk niet onze beste verdediger. Maar die ging vooral in de rebound spelen. Nou, dat is dan prettig. En dan hou je Robben nog wel even aan de kant. En misschien langer dan we hadden gewild. Maar als je hem zo terugkrijgt, dan is er niks mis mee. Nou ja, dat zei ik tegen Robben ook. Bijkomend voordeel was dat je verdedigend gewoon ook weer verdedigend rebound had. Want de Fransen die bleef natuurlijk maar raak schieten op een gegeven moment. Nou ja, maar dat hadden we lastig mee. En dat konden we ook niet echt pareren. In die zin, want zij kreeg voldoende ruimte van Sas om haar goede pogingen te pakken. En dan is het, als je tegen zo iemand speelt en die pleurt eerst 2 ballen binnen, ja, dan moet je maar het lef hebben om erop te gaan natuurlijk. Wat zeg je dan tegen Saskia? Nou ja, vooral proberen te coachen op uitlijn. Je weet dat de rechterkant de voorkeur is. Ga links uit de lijn, probeer er naar de verkeerde kant te drukken, iets korter. Nou ja, weet je, doe het maar. Ja. Ja, dat dendert ze ineens naar binnen. Hè. Dan, Het viel ook op dat Robben wel ook in de verdedigend opzicht ook wat meer verdedigend reboundkracht pakte ten opzichte van Menno op dat moment. Ja, nou ja, Menno is daar ook niet zo sterk in. Maar Robben had in de eerste helft, deed hij dat ook niet goed. Dus nee. We hadden daar niet over. En als je Chris en Robben bij elkaar hebt, dat zijn mannen van allebei 2 meter. Ja, dan moeten we meer rebounds hebben. Zowel aanvallend als verdedigend. En dat deden we niet goed. Het was wel mooi om te zien voor de wedstrijd, zowel jijzelf als Gert-Jan, met een lach, ontspannen, met een goed gevoel richting de wedstrijd, allebei veel vertrouwen in. Hij had inderdaad de opstelling staan zoals hij wilde. Okay. Hij heeft het wel moeten omgooien. Ja, nou, dat is eigenlijk alleen maar compliment aan ons. Hè. Hij moet aanpassen, wij niet. Wij hebben eigenlijk alleen aanvallend veranderd. Maar ja, dat vind ik een logische gedachte, want je speelt om te winnen. Dat is de enige manier waarop ik wil ook verdedigend aanvallen, dus aan de bal komen. Nou, dat doen we niet altijd even goed. Kunnen we echt nog ingroeien. Maar ja, weet je, ik heb vandaag wel een DVO gezien die streed voor wat ze waard waren. En nou ja, dat wil het publiek zien, maar dat wil ik als coach ook zien. Als je in de kelder van de league speelt, moet je vechten. En dat moet je kunnen opbrengen. En als je dat niet kan, dan ben je het ook niet waard. Mooi. En voor de helft vol, dan wil je toch ook keihard knokken? Ja, ik heb de stappenteller niet aangehad bij mezelf. Maar
Ik heb wat meters gemaakt. Er kwamen tijdens jouw interview wat beelden langs ook van jouw ontlading na een aantal goals. Maar dat is mooi om te zien. Hey, volgende week ook weer een kraker, KCC. Ja, nou ja, dit zijn de weken waar we dit moeten doen. In ieder geval waar we afstand moeten nemen van onze concurrenten. En dan ben je er nog niet. Want dan heb je nog, wat is het, 7 andere wedstrijden geloof ik uit mijn hoofd. En dan krijg je weer die hele serie van, noem ze maar op. We krijgen nog een paar interessante ook thuis hier in eigen huis. Ja, dus dat wordt DOS onder andere. Tot nu toe als enige van de degradatiekandidaten van een topploeg gewonnen. Dus laten we daar ons aan vasthouden. Ja. En zorgen in ieder geval dat volgende week ook zaken doen. Dat is het belangrijkste. En voor de rest hoeven we niet verder te kijken. En vanavond lekker even proosten karaoke hoorde ik op deze prachtige overwinning. Ja, ik denk niet dat ik ga zingen, maar ik ga wel bier drinken. Ja. Sorry, wat zei je nog één keer? Want ik microfoon. Ik ga niet zingen, maar wel bier drinken. Heel goed. Hey, dankjewel hè. Yes. Ja. Nou, we gaan hem lekker afronden. Wat een heerlijk avondje, Ruben. En wat top ook dat jij erbij was vanavond. Ik ben blij dat ik er weer een keer was. Ja, en een avond waar strijd voorop stond. Dus wat dat betreft een mooi moment dat jij ook een keer aan kon sluiten. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En we hebben volgende week KCC thuis. We weten niet de uitslagen hier nog in ieder geval van de andere wedstrijd. Ik weet niet of we dat in beeld komen kunnen ze krijgen. Eraan, denk ik? Nee, dit is het programma van volgende week. Dat is misschien wel leuk om even van naar vooruit te kijken. DVO ontvangt dus KCC. Detels thuis tegen KZ. DOS LDLDK. En een aantal wedstrijden natuurlijk in de top van de competitie. Fortuna tegen top. En Fortuna top, dat is mooi. Zeker. En blauw-wit PKC natuurlijk ook. Hè. Dat is altijd wel een kraker. En blauw-wit heeft nog wel eens wat... ik heb ze nu de uitslag van vanavond nog niet gezien natuurlijk. Maar blauw-wit die moet winnen om weer aan te haken bij de eerste vier natuurlijk. Ja. Ja, nou het was een mooie avond. We gaan ook eens even bij die karaokebar kijken denk ik. Ik weet niet hoe dat eruit komt te zien. Maar, ik mag ook niet zingen. Nee. Oh ja. Iedereen wil wel een liedje zingen vanavond. In ieder geval allemaal hartelijk dank voor het kijken. En we gaan afsluiten. En op naar een mooie thuiswedstrijd volgende week. En bedankt voor het kijken. Fijne avond. We'll be right back.
Thank you.